Goedemorgen, dames en heren. Allen hartelijk welkom bij deze bijeenkomst. Een ronde tafelgesprek van de Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer. Het onderwerp van bespreking is de veteranennota 2021-2022. We hebben deze ronde tafel opgedeeld in twee blokken. Het eerste blok met vijf gasten. Daar gaan we dadelijk mee beginnen. En dat duurt tot 10:55. Ik heet onze gasten uiteraard allen van hartelijk welkom. Te beginnen de heer Van den Doel, van wie we ook een position paper hebben gekregen. We kennen natuurlijk zijn proefschrift Nederland en zijn veteranen 1945-2015. Daarnaast zit de heer Van Zutphen, de ombudsman, maar ook de veteranenombudsman, die ik ook natuurlijk van harte welkom heet. Evenals de heer Hoefsloot van het Veteraneninstituut. De heer Berendsen van het Landelijk Zorgcentrum Veteranen. Ik hoop dat ik dat helemaal goed gezegd heb. En van het Veteranenplatform hebben we de heer Van Grinsven. Nogmaals allen hartelijk welkom. Er is met u afgesproken, en dat moet ik hier nog even benadrukken, dat u ieder ongeveer 3 minuten spreekt voor een korte verklaring of om een toelichting te geven op een position paper wat u wellicht heeft ingediend. En daarna is het al van belang dat er een gesprek met de Kamerleden gaat plaatsvinden die aan de overkant zitten. We verwachten nog wel dat er wat meer mensen bij aan zullen schuiven. Dus ik zal elke Kamerlid ook even voorstellen op het moment dat hij of zij het woord krijgt. Dan denk ik dat het van belang is om nu snel van start te gaan. En dan begin ik bij de heer Van den Doel het woord te geven. Gaat u gang. Voorzitter, hartelijk dank voor de uitnodiging om deze commissie een toelichting te mogen geven over de uitkomsten van mijn onderzoek. Het is altijd fijn als een onderzoek niet alleen in wetenschappelijke en academische kring wordt besproken, maar dat het ook zijn weg vindt, in dit geval, naar de politiek en de beleidsmakers. Dat is altijd heel fijn. En nogmaals, ik waardeer het zeer dat ik vanmorgen hier dat nader mag toelichten en met u daarover van gedachten kan wisselen. Ik heb een aantal conclusies uit mijn proefschrift heb ik u toegestuurd, zoals u net memoreerde in het position paper. Maar de commissie heeft ook gevraagd om zo mogelijk in te gaan op de veteranennota 2022. En de commissie heeft gevraagd aan de minister om een reactie te geven op het proefschrift. En in de veteranennota 2022 heb ik op pagina 39 en pagina 40 die reactie kunnen lezen. En kort samengevat is de conclusie die de minister trekt: in het verleden ging er veel mis, maar sinds de instelling van het landelijk zorgsysteem veteranen en de veteranenwet is het allemaal sterk verbeterd. Dat is op zich juist, maar dat is natuurlijk niet de essentie van mijn bevindingen. Dus ik was enigszins verbaasd over de beperkte reactie. Maar goed, daarvoor is deze bijeenkomst natuurlijk nuttig. Het beleid op papier is immers wat anders dan de uitvoering in de praktijk. En de nazorg is ongetwijfeld in de afgelopen 20 jaar enorm verbeterd. Maar die zorgplicht die omvat niet alleen de nazorg, maar ook de voorbereiding en de uitvoering van de missie. Een van mijn conclusies was dat de missies vaak rooskleuriger voorgesteld worden dan ze in werkelijkheid zijn. En dat heeft negatieve gevolgen voor de veteraan. En daarmee ontstaat ook vaak een verkeerd beeld in de samenleving van de missie. En dat het niet alleen in het verre verleden voorkwam, maar ook bij recente missies, kunnen we lezen in die veteranennota op pagina 46. Met andere woorden, de minister gaat toch, zonder dat ze dat expliciet vermeldt, toch eigenlijk in op een van mijn conclusies uit het onderzoek, namelijk die rooskleurige voorstelling van de missies. En ik moet zeggen, als je alle missies die ik onderzocht heb beziet, dan is dat vaak toch een rode draad bij alle missies. Het begon, laten we zeggen, bij Nederlands-Indië. Ik kreeg zijn vervolg bij Korea, bij Libanon, bij Srebrenica en uiteindelijk ook bij Uruzgan. En dat is denk ik toch een punt van aandacht. Want waar het om gaat is natuurlijk dat vanuit de politiek, vanuit het ministerie van Defensie, een richting de krijgsmacht, richting de militair, maar ook richting de samenleving, gewoon een helder en duidelijk beeld wordt geschetst van wat de missie inhoudt, wat de risico's zijn en eventuele gevolgen. En dat niet alleen vooraf doet, maar ook tijdens de uitvoering van de missie.
De minister die zegt dan vanuit Defensie zal daarom waar mogelijk ook duidelijk het perspectief van Defensie en het perspectief van de veteraan zelf naar voren worden gebracht. Dat valt te lezen op pagina 46. Wat ik daar precies onder moet verstaan is voor mij niet heel duidelijk. Maar dat zal waarschijnlijk volgende week, als u daar met de minister over spreekt, duidelijk worden. Over beleid op papier en de werkelijkheid wil ik nog één voorbeeld uit mijn onderzoek met u delen en daarmee ook mijn toelichting afsluiten. In de eindevaluatie van de missie in Uruzgan concludeerde de regering dat de patiënten die meer uitgebreide specialistische medische zorg behoefden binnen 24 uur na verwonding behandeld konden worden in een centraal militair hospitaal. Uit de dissertatie van de militair arts Hoenkamp blijkt dat het 8 dagen duurde voordat de gewonde militair voor definitieve zorg werd gerepatrieerd naar Nederland. En voor zeer ernstige gewonden kon dit tijdsverloop worden teruggebracht naar 4 dagen. Volgens Hoenkamp is een tijdsverloop van 2 tot 3 dagen noodzakelijk om de overlevingskansen van de gewonde militair te vergroten. En als ik dan deze bevinding van de praktijk toets aan wat de minister aan de Kamer destijds rapporteerde in de eindevaluatie, dat het binnen 24 uur gebeurde, dan zeg ik, zijn er nog verbeteringen mogelijk ook in de uitvoering van het beleid. En tot slot eigenlijk de vraag die dan relevant blijft, hoe worden de lessen learned van alle missies, hoe worden die eigenlijk geborgd? Leiden ze ook tot bijstelling van het beleid? En binnenkort zal u de eindevaluatie krijgen over de missie in Mali. En ik moet zeggen, ik kan alleen maar putten uit de tussentijdse evaluatie. Maar dan blijkt daaruit in ieder geval dat die borging van die lessons learned uit eerdere missies daar in ieder geval niet zeker was gesteld. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank, meneer Van den Doel. Dan is het woord aan de heer Van Zutphen, de veteraanombudsman. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de kans gekregen al een paar weken geleden om uitgebreid te spreken over het jaarverslag van de veteranenombudsman over het afgelopen jaar. Ik zal dat nu niet dunnetjes overdoen, maar een paar dingen eruit lichten die ik toen ook aan deze commissie heb mogen voorhouden en mogen bespreken. En ik denk dat ik de dingen die ik op dit moment het belangrijkste vind, is dat in de eerste plaats het aantal actief dienende veteranen dat zich tot ons wendt, dat neemt toe. Dat betekent dat er behoefte is aan iemand, zoals de veteranenombudsman buiten de organisatie, die zich buigt over een aantal hele concrete problemen. We hebben een aantal zaken aangekaart. Ik heb de brief gezien van de minister waarbij zij de nota heeft aangeboden aan uw Kamer. Er staan een aantal reacties in op werk van de veteranenombudsman, waar ik, best wel blij mee ben. Ik denk met name aan wat er is geschreven over de indexatie van de MIP. Dat vind ik een belangrijke stap die gezet wordt. Het is natuurlijk nu wel kans om dat voor eens en voor altijd goed te regelen. En ik hoop echt dat die januari van volgend jaar, de 1 januari datum is genoemd als de datum waarop het zou moeten ingaan en gerealiseerd zou moeten zijn, dat we met z'n allen in staat ook zullen zijn om de mensen zo hard te steunen dat het ook echt gaat lukken. We hebben al eerder gehoord dat er iets zou moeten gebeuren. Nou, het wordt steeds concreter. Dus ik ben daar wel heel erg verheugd over. Rondom de MIP zaten ook nog een aantal andere problemen. We hebben eerder al aan de orde gehad en ook in uw Kamer besproken, 6 jaar geleden denk ik al, dat de stelselwijziging echt doorgevoerd zou moeten worden. Op een andere lijst geschoeid. Nou, daar is nog wel wat te wensen, denk ik, voor de komende tijd. De indexatie, daar is nu een toezegging over gedaan. Dat was een tijdpad aangegeven. En er is nog steeds het probleem rondom de veteranen met alleen een MIP die willen emigreren. En dan betekent het dat ze hun... Ja, misschien is het beter als u even wacht. Geef meer rust. Ja. Dat is niet aardig, hè? Ja, nou, daar... Neem maar wat van mij dan. Dat is een minuut lang. Ja. Het gaat van de tijd af, hè? Ja, dat ging. Ik praat gewoon wat sneller. Nog sneller. Hij blijft hangen volgens mij.
Hij is niet zo schel als een nodig. Kijk, ik vat samen. De MIP, de indexatie, lijkt nu echt geregeld gaan worden. 1 januari volgend jaar, belangrijk moment. Laten we druk houden en zorgen dat het echt gaat gebeuren. Het tweede is de stelselwijziging. Daar zijn volgens mij nog wel een aantal vragen over te stellen. Dat zal toch echt zijn beslag moeten krijgen. En ik was gebleven voor de bel bij de emigratie van militair met alleen een MIP. In het kader van Europees Sociaal Zekerheidsrecht is het ingewikkeld om dat mee te nemen. Kan nog niet. Ik heb nu opnieuw gevraagd aan de staatssecretaris van Defensie en ook de minister van Volksgezondheid om alsjeblieft maatregelen te nemen dat dat zal kunnen gaan gebeuren. Dat mensen niet worden weerhouden door het enkele feit dat die uitkering ontbreekt op een lijstje van Brussel. Een aantal zaken die ik op dit moment van belang vind en waar we over geschreven hebben. Je hebt vanmorgen ook in de krant kunnen lezen over de noodopvang en ons rapport daarover. Dat vinden we heel belangrijk. Er zijn een aantal toezeggingen gedaan. Ik denk dat het goed is dat we voor die noodopvang de minister ook vragen om wat zij nu heeft toegezegd en beloofd in reactie op onze aanbevelingen, dat het ook nu echt gaat gebeuren. We hebben gekeken naar en geschreven over veteranen in detentie. Dat is ook niet een groot aantal militairen, maar wel. Er komen mensen met enige regelmaat toch met justitie in aanraking, met gevolg dat zij detentie moeten ondergaan. Waarbij het feit dat ze veteraan zijn en daar de sporen en gevolgen nog van dragen, van invloed zijn op de manier waarop detentie wordt ondergaan. Waarbij we hebben gezegd, zou het niet zo kunnen zijn dat er misschien in Stroe wat vaker ruimte komt? Dat is nu gebeurd. De eerste 2-3 plaatsingen daar zijn gerealiseerd. Ook voor veteranen die niet meer actief dienend zijn. Dat is een mooie ontwikkeling, vinden wij. Maar daar moeten we ook wel op blijven letten dat het ook zo door zal gaan. We gaan kijken in het komend jaar naar de rol van de gemeenten en veteranen. Daar probeer ik 2 functies die ik heb, namelijk die van gemeentelijke ombudsman van 3/4 van de gemeente in Nederland en die van veteranenombudsman, te combineren. Omdat we vaak zien dat veteranen aankloppen voor bijvoorbeeld eerste lijnszorg, maar ook voor WMO-voorzieningen bij de gemeente. En dan is het feit dat zij veteraan zijn van groot belang om goed te kunnen beoordelen wat iemand nodig heeft. En tenslotte enigszins buiten de orde van deze nota, maar ik wil er toch aandacht voor vragen. We hebben ons druk gemaakt over de Afghaanse tolken op verzoek van veel veteranen. Daarom durf ik het hier wel te zeggen. Veteranen klopten bij ons aan en vroegen of er alsjeblieft voor hun tolken gezorgd kon worden. We krijgen nog steeds berichten en de situatie in Enschede met name gaat mij aan het hart, waarbij tolken en hun gezinnen nog steeds niet door kunnen, door kunnen naar de gemeente die inmiddels voor hun is bestemd. En dat betekent dat er toch wel risico's zijn dat er aan het einde van de maand juli misschien opnieuw een grootscheepse verhuizing moet plaatsvinden. Ik weet dat ik enigszins buiten de orde van de vergadering ben, maar ik kon het niet nalaten om dat toch hier naar voren te brengen. Dank u wel. Nou, het onderwerp gaat ook veel leden van deze commissie ter harte, dus ze hebben het ongetwijfeld goed begrepen en zullen daar de gepaste aandacht aan besteden. We gaan door naar meneer Hoefsloot van het Veteraneninstituut. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik ben directeur-bestuurder van het Nederlands Veteraneninstituut. Een stichting met een wettelijke taak. Belangrijk, omdat wij namens de minister de Veteranenwet mogen uitvoeren. En wat ook belangrijk is om te weten, ondanks dat ik hier in een militair pak zit, staan wij buiten Defensie. Dus dat is mooi. Ik zal heel kort ingaan op wat er goed gaat en ook wat er nog beter kan. Zoals u waarschijnlijk weet hebben we in Nederland meer dan 100.000 veteranen, variërend in leeftijd van 18 jaar tot 100 plus, actief en postactief. 25 juni vieren natuurlijk hier in Nederland Veteranendag. Dan gaan we ze de erkenning en waardering geven die ze verdienen. Maar weet ook dat we er in Irak 120 bij krijgen. Ik heb daar net veteranenspel ervoor opgestuurd om ook daar invulling te geven aan Veteranendag. Dus dat leeft. Wat we ook zien, en dat kunt u ook lezen in de veteranenmonitor, is dat het met het gros van de veteranen gewoon heel goed gaat. 95% zit gewoon goed in de wedstrijd, zou je kunnen zeggen. Komt goed terug van missie en ziet het als een levensverrijkende ervaring. En dat is een belangrijk gegeven, omdat heel veel berichten die in de media verschijnen gaan vaak over gewonde militairen of over veteranen met PTSS. En je ziet juist dat die 95% daar niet mee geïdentificeerd wil worden. Sterker nog, soms is het voor hun reden om weg te blijven bij reunies en veteranendagen. Dat is ook de reden dat we vanuit het Veteraneninstituut vooral ook aandacht willen besteden aan de goede kant van het veteraan zijn.
Nou, hoe doen we dat? Onder andere het educatief programma is een heel bekend programma, denk ik, wat wij draaien. We gaan met veteranen de klas in om een reële beeldvorming bij schoolkinderen neer te zetten en in de samenleving neer te zetten. En dat werkt erg goed. Daarmee stimuleren we ook veteranen om actief hun verhaal te blijven vertellen en blijven deel te nemen aan de maatschappij. En we zien dat dat echt bijdraagt aan de ontmoeting tussen veteraan en samenleving. Afgelopen jaar hebben we heel veel aandacht besteed aan de uitvoering van de aanbeveling van de commissie Boslab. Wat daarbij op dit moment heel belangrijk is, is denk ik de terugkeerreizen. We hebben inmiddels twee reizen gedaan, twee ervaringsreizen noemen we dat. Enerzijds met alleen maar veteranen, anderzijds met veteranen en hun partners. Erik Vermette zal daar waarschijnlijk in het tweede blok ook nog wel even op ingaan, want die is meegeweest. En ik denk dat hij mijn mening deelt dat dat heel succesvol is en dat we daar voor volgend jaar in ieder geval de juiste ervaring mee opdoen om dat dan ook bijna wekelijks te gaan doen. We schatten in dat we zo'n 800-900 veteranen die kant op brengen met hun relaties. In de veteranennota kunt u ook lezen dat er heel veel onderzoek wordt gedaan naar veteranen en alles wat daar aan gelieerd is. Met trots mag ik ook wel zeggen dat we binnen het Veteraneninstituut inmiddels er een dokter bij hebben. Dokter Yvonne de Reuver. Zij heeft onderzoek gedaan naar de identiteit van veteranen. En namens dokter Yvonne de Reuver wil ik u graag straks een exemplaar aanbieden van haar studie. Dus daar kom ik straks nog even op terug. Wat kan nog beter? Want er kan natuurlijk altijd kunnen er dingen beter. We hebben al een uitgebreid gesprek gehad over het decolonisatieonderzoek. En de erkenning en waardering voor de Indië-veteranen. Ik denk dat daar genoeg over gezegd is. Toch blijf ik een beroep doen op de samenleving, maar ook op de Nederlandse regering, om toch nog eens een keer erkenning en waardering uit te spreken naar deze zo kwetsbare doelgroep. We hebben nog 4.000-5.000 levende veteranen die jaarlijks bij elkaar komen in Roermond. En hoe mooi zou het zijn om daar toch nog eens een keer erkenning en waardering over uit te spreken. Wat een bijkomend effect van dit soort onderzoek is wel dat er ook binnen Defensie een soort van angst ontstaat. Want gaan we nou elke missie op deze manier evalueren en worden wij als militairen, wij die uitvoeren wat jullie van ons vragen, elke keer tegen het licht houden. Dat neveneffect moeten we denk ik toch wel voor ogen houden. Dan, als ik het heb over de evaluatie van het PTSS-protocol, wachttijden in aanvragen, MIP, het opstarten van de herziening van het voorziening- en uitkeringsstelsel. Dat zijn allemaal onderwerpen die langzaam blijven liggen. Defensie geeft natuurlijk aan dat het vooral ook ligt aan het stilliggen van het overleg met de vakbonden. Maar om een voorbeeld te geven, het PT6-protocol is in 2016 geëvalueerd en we zitten nog te wachten op de uitvoering van die verbetermaatregelen. En dat baart ons wel zorgen, want dat doet pijn bij die doelgroep die wij bedienen. We zien ook dan dat we niet verder komen. We zijn bezig om die herstructurering van dat voorziening- en uitkeringsstelsel, om daar goed mee aan de slag te gaan. Dat is voorbereid. We hebben de eerste proefneming hebben we in gang gezet. Maar dan stopt het uiteindelijk omdat die gesprekken met die bonden niet zijn geweest. Dus daar moet echt wel wat aan gebeuren. En ik ga ervan uit dat u daar de minister over gaat bevragen. En dan heb ik nog een punt van zorg. En dat is de voortgang van de dienstverlening van het ABP en het APG. Daar rommelt het. Dat komt ook terecht bij onze veteranen. En wij vragen ons af of het APP met de bijzondere regeling voor defensie, of dat voortgang gaat blijven vinden of niet. Zo niet, dan kan dat ook weer vertragend werken. Dus daar maken we ons wel zorgen van. Tot zover. Dank u wel. Hartelijk dank. Dan geef ik nu het woord aan de heer Berendsen van het Landelijk Zorgcentrum Veteranen. Voorzitter, dank u wel. U had het bijna goed. Het is het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, namens welke organisatie ik spreek vanochtend. Dank voor de mogelijkheid om hier wat informatie te komen brengen. Het LZV bestaat sinds 2007, is een samenwerkingsorganisatie van 8 civiele en 3 militaire organisaties die samen tot taak hebben om de zorg voor veteranen met psychische en psychosociale problemen zo dicht mogelijk bij het huisadres beschikbaar te maken en dat te doen op het hoogst haalbare kwaliteitsniveau. Dat doen we dus eigenlijk al een hele poos in een land met het unieke kenmerk dat we niet groot zijn, goed georganiseerde zorg hebben, korte reisafstanden, waardoor we eigenlijk al een hele lange periode in staat blijken om op die manier een stabiel cijfer aan veteranen in zorg te krijgen, te behandelen en weer over te dragen aan de samenleving.
We hebben door de jaren heen fors geïnvesteerd in de ketensamenwerking, in het instrumentarium om te kunnen onderzoeken of de ervaringen, tevredenheid en uitkomst van de behandelingen die men daar krijgt, of die ook op orde zijn, en dat weer door te vertalen naar verbeterprojecten. Dat is een van de redenen geweest waarom het LZV-programmabureau verleden jaar is opgegaan in het Nederlands Veteraneninstituut, om zodoende aan te kunnen sluiten bij een grotere organisatie met bredere schouders die met name ten aanzien van de projecten die verandering vereisen, van veel meer mogelijkheden gebruik te kunnen maken. Dat is best een spannend project, het traject voor een organisatie. Een ketenorganisatie draait per definitie op onderling vertrouwen, waarbij de instellingen die zich bij ons aangesloten hebben ook moeten ervaren of dat meerwaarde oplevert. Maar als leidinggevende functionaris van dat programmabureau durf ik wel na ruim een jaar ervaring in het NLVI te zeggen dat die vooruitzichten heel gunstig zijn. Omdat we zien dat een aantal van die verbeterprojecten die inmiddels meer kracht gingen vragen van de aangesloten instellingen dan we met elkaar konden realiseren, op die manier wel een push kunnen krijgen. Dat vertaalt zich in vernieuwingen op het gebied van zorg die ook echt iets moeten brengen aan de behoeften die de samenleving heeft. Want ja, we hebben dus een vrij stabiele omvang aan veteranen die ons weten vinden. We zien al jaren ook een vrij stabiel beeld op het gebied van die ervaring, tevredenheid en uitkomsten. Maar wij willen natuurlijk zo goed mogelijk verankerd zijn in de samenleving en de lijnen regionaal hebben met de niet bij het LZV aangesloten organisaties. Zodat als het ware de lijnen doorlopen tot in de haarvaten van. Dat is een van de redenen waarom we destijds gekozen hebben voor een ketenorganisatie, waarbij we werken met civiele GGZ-organisaties. Omdat die zich niet alleen op veteranen richten, maar juist ook in de lokale omgeving ingebed zijn. We hebben dit jaar de Vector opnieuw afgenomen. Het instrument om ervaring, tevredenheid en uitkomst te meten. En het is goed om te melden dat we zien dat veteranen onze doelgroep daarin teruggeven. Meer dan 20% van de veteranen die momenteel bij ons in zorg zijn, hebben daarin gereageerd. Dat men zeer positief is over die contextspecifieke benadering die wij geven. En dat men zeer tevreden is over de toegankelijkheid die wij kunnen bieden. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. En over het samen kunnen beslissen als veteraan in het vormgeven van het zorgpakket waar men gebruik van kan maken. Dat zijn belangrijke punten omdat wij als LZV de afgelopen jaren hebben ingezet op de invloedrijkheid van de veteraan in het accepteren of het vormgeven van de zorg. En al jarenlang inzet op het zo laag mogelijk houden van de wachttijden. We hebben in de COVID-crisis onder druk gestaan, zoals de hele zorg. We hebben niet last van uitgestelde zorg. We zien door ziekteuitval, COVID en tekort aan professionals in de samenleving wel een tendens dat de wachttijden oplopen. Waarbij we een aantal zaken aan het doen zijn om te zorgen dat we dat zo laag mogelijk houden. We zitten nog steeds dichter bij de treknormen dan welke andere GGZ-organisatie dan ook in Nederland. Dus daar is reden om toch gematigd positief te blijven en zeer positief te zijn over het feit dat de veteraan te kennen geeft dat hij vindt waarom gevraagd werd. Er zijn ook punten om kritisch over te zijn. Dat is met name de zorgen die we hebben over de beschikbaarheid van professionals in de GGZ-sector als zodanig en de vraagstukken die er zijn om dat soort problemen op te lossen. We proberen aan te sluiten bij innovatieve ontwikkelingen als digitale zorg, maar dat is gezien de omvang van de populatie die wij bedienen iets wat je eigenlijk weer in breder verband moet doen dan voor veteranen alleen. Dus dat wordt een meerjarig traject. En verder is er eigenlijk ook nog wel een punt van zorg en dat gaat over de manier waarop sommige debatten gevoerd worden over bijvoorbeeld zoiets als de noodopvang voor veteranen. Daar wil ik er vanuit mijn positie op wijzen dat het belangrijk is om niet een maatschappelijk vraagstuk, wat breed in de hele samenleving ligt, rechtstreeks te koppelen aan de problemen die in de GGZ dan wel in het LZV leven. Want er is een verschil tussen maatschappelijke noodopvang en crisisopvang zoals die in de GGZ is. En het landelijk zorgsysteem voor veteranen is vooral in de positie om die crisisopvang af te dekken. Dat is belangrijk om in het debat goed helder te houden en de nuance vast te houden. Daar wil ik het bij laten voor dit moment, voorzitter. Dank. Hartelijk dank, meneer Berendsen. Dan tot slot in deze ronde van het Veteranenplatform, de heer Van Grinsven. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter, voor de gelegenheid. Hans van Grinsven, voorzitter van het Veteranenplatform. Voor de goede orde, het Veteranenplatform is een overkoepelende organisatievereniging met inmiddels 91 veteranenverenigingen of organisaties als lid. We gaan dit jaar naar de 100. Dus een heel groot bereik aan veteranen. En namens die veteranen mogen wij spreken op het gebied van erkenning, waardering en zorg. En dat is zelfs in de wet vastgelegd. Want in het veteranenbesluit is het VP genoemd als de spreekbuis namens de veteranen. En ook, zeg maar, de eigenaar van het nullenlijnsondersteuningssysteem.
En in die zin zijn wij dus als enige organisatie op dat niveau ook vernoemd om te spreken op politiek bestuurlijk niveau namens de veteranen. Het verbaasde mij dus licht dat ik niet was uitgenodigd voor deze rondetafelgesprekken. Gelukkig hebben we dat in goede overleg kunnen oplossen. En misschien een punt van zorg in het algemeen van mij, dat het VP ondanks die positie niet altijd op het juiste niveau op tijd wordt geraadpleegd. Nou, we hebben niet stilgezeten het afgelopen jaar, ook alweer niet. Een aantal praktische dingen, als de veteranenvlag die geïntroduceerd is en die u overal weer ziet wapperen op 25 juni vorig jaar hebben we dat geïntroduceerd. Maar ook het veteranenkostuum, wat een groot succes is onder de veteranen. En dat voor een groot deel wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van Defensie, waar we zeer erkentelijk voor zijn, uiteraard. Maar ook het Lullelijns ondersteuningssysteem, wat de afgelopen jaar uiteindelijk met 2.0 is uitgerold over heel Nederland in 4 regio's. En nu full swing operationeel is. Maar ook, en dat vind ik heel belangrijk, veteranen helden op kunstwerk, op bruggen en viaducten. Waarbij omgekomen veteranen in missiegebieden een brug of een viaduct, daar wordt daarna vernoemd. In overleg met de familie natuurlijk. Maar daardoor is constant in de samenleving worden de mensen geattendeerd op veteranen en wat ze betekenen voor onze samenleving. En dat is ook precies het thema van ons huidige beleid. De veteraan in de samenleving. Dus we willen meer positieve signalen uitgeven en de veteraan meer positief in de samenleving brengen. Zoals net de directeur van het NLV ook al aangaf. Het is heel goed dat we heel veel aandacht hebben voor de zorg voor beschadigde veteranen. Dat is redelijk goed geregeld in Nederland. En dat moeten we blijven doen en verbeteren. Maar dat geldt maximaal voor 10% van de veteranen. En die andere 90, daar horen we of zien we misschien vaak te weinig van. Maar die hebben ons land ook gediend naar eer en geweten. En die moeten we zeker ook de juiste aandacht durven geven. En dus als een van de speerpunten voor het komende jaar, of de komende jaren. Afgelopen jaar hebben we ons laten gelden op het gebied van positie innemen. Daar waar veteranen bij demonstraties zich manifesteerden als veteranen, in coronademonstraties. Waarbij we expliciet hebben uitgedrukt van dat is niet de bedoeling. Veteranen mogen zich best als veteraan identificeren. Daar waar het betreft veteranen aangelegenheden. Maar op andere gebieden moet je dat niet doen. Want je wekt de indruk namens alle veteranen positie in te nemen. En zeker in dit geval was dat zeker niet het geval. Dus dat wij vonden het onze verantwoordelijkheid om daar iets van te vinden. Zoals ook, en net ook al aangekaart, de positie binnen van de veteraan binnen het uitkomst van het onderzoek. Gaat dit 2 minuten duren? Oh nee. Het meerjaren in die onderzoek natuurlijk van 27 februari, de uitkomsten daarvan. We zijn er 5 jaar intensief bij betrokken geweest. We hebben daar een hele duidelijke positie ingenomen. Niet tegen de uitkomsten, want we weten allemaal dat er vreselijke dingen zijn gebeurd in Nederlands-Indië. Maar met name door de framing en de manier waarop het gebracht wordt, denken wij dat er te weinig balans is in de uitkomsten van het onderzoek. En dat niet wordt voldaan aan de doelstellingen die in 2006... 10 zijn uitgesproken. En dat daar, en dat is het belangrijkste, onze veteranen onnodig worden gekwetst. En daarvoor zetten we ons tegen. Nou goed, dus op alle fronten proberen wij ons steentje bij te dragen. Voor de komende 5 jaar, zoals ik zei, veteranen in de samenleving, maar ook het thema transitie. Hè? Hoe brengen we een veteraan weer terug in de burgermaatschappij op de juiste manier? Niet alleen in medische zorg, op het medische zorggebied, maar op alle gebieden. En daarmee, daarop dat gebied werken we goed samen op dit moment met Defensie. Gelukkig zijn we een gesprekspartner en kunnen we meedenken in allerlei ontwikkelingen op dit gebied. Ook bijvoorbeeld van de definitie wat is een veteraan? Die verandert ook tegenwoordig door de omstandigheden en de manieren van optreden die we tegenwoordig hebben. En ook daar denken we graag mee om tot goede oplossingen te komen. Wilt u afronden? Ja, sorry. Ik had geen positiepaper gemaakt vooraf. Dat was fysiek even onmogelijk. Maar vanochtend heeft u hem gekregen in uw mailbox. Dus u kunt altijd nog nalezen onze punten die we inbrengen. Het belangrijkste is misschien wel een punt van vorig jaar ook. De motie Wijnbergen of Wijngaarden van vorig jaar. In het algemeen, we hebben natuurlijk een prachtige veteranennota liggen en ziet er goed uit. Er staan heel veel onderwerpen in genoemd. En dat is meteen het punt. Er zijn veel algemene teksten in de veteranennota die je elk jaar kunt kopiëren. Maar wat we een beetje missen is de daadwerkelijke uitkomsten van beleid en het gevolg voor nieuw beleid. En er worden cijfers genoemd, maar we missen dan een beetje de duiding van die cijfers. En wat ga je met die cijfers doen? Want een cijfer alleen is alleen maar een registratie van iets. Dus daar hebben we vorig jaar voor gepleit. Ook de motie Wijngaarden is erop aangenomen.
Die is niet helemaal, denk ik, ingevuld als nu wordt gesuggereerd. Dat is misschien ons grootste pijnpunt, waar we nog aandacht voor vragen. En andere punten, en die zijn net aangekaart op het gebied van PT6-protocol, evaluatieregelingen, die al 6 jaar liggen, afhankelijk van de bonden. Dat moet echt opgepakt worden. En ik hoop dat er nu een nieuwe CAO is, daar ook een nieuw overleg met de bonden, dat dat vorm gaat krijgen. Dus ik ben heel benieuwd en daar pleiten wij voor. En gezien de tijd die u mij daarvoor gegeven heeft, wil ik het even bij laten hier en verwijs u naar ons position paper. Dank u wel. Ja, dank. Ook voor het vermelden van de position paper in onze postvakken. We gaan nu over naar de vraag van de Kamerleden. Ze zitten met z'n drieën hier en ik wilde even een experiment proberen. Namelijk ieder een vraag stellen en dan wellicht als er nog tijd over is nog een rondje. Ik geef ieder gewoon 8 minuten om de vraag of vragen te stellen die zij willen stellen. En in die 8 minuten moet het dan ook klaar zijn. En dan ga ik gewoon door naar de volgende. Ik begin bij meneer Van Haga, van de groep Van Haga. Maar hij noemt zichzelf, althans zijn groep, de Belang van Nederland. 8 minuten voor u. En ik moet ook melden dat hij straks wat eerder weg moet, omdat hij in de plenaire vergadering wordt verwacht. Meneer Van Haga. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Het is een mooi experiment, maar ik heb helemaal geen 8 minuten nodig. Dus, en excuses alvast. Ja, precies. Nee, maar excuses dat ik zo eerder weg moet, want ik moet naar de voorjaarsnota. En ook excuses naar de mensen die in de volgende ronde komen. Maar het team en ik ook zal het gewoon straks nakijken, want het wordt gewoon opgenomen. Ja, dank voor alle informatie. Heel goed dat jullie hier zijn. Het is een belangrijk onderwerp en er zijn toch wel veel partijen die hier een groot hart voor hebben. Goed om te horen dat de nazorg in de afgelopen 20 jaar verbeterd is. Maar het is toch wel treurig om te horen dat er dan zo'n groot verschil lijkt te zitten tussen het beleid op papier en wat er in werkelijkheid gebeurt. Dus ja, er is nog een hoop aan te verbeteren. Ik heb maar 2 vragen. En de eerste vraag is over dat de minister niet van plan is de maximale duur voor de crisisopvang in de veteranen intensieve behandelunit te verhogen. En ik ben benieuwd hoe de heer Van Zutphen daar tegenaan kijkt en of daar nog actie op wordt ondernomen. En het tweede punt is ook voor de heer Van Zutphen. Ja, de inflatie die is op dit moment 10%. En de MIP, daar zit een achterstand in van 20% over de afgelopen jaren. Dus ik ben dan heel benieuwd wat de inzet wordt. Want het is wel leuk dat we straks een indexatie gaan afspreken. Maar als dat vanaf nu 1% wordt zonder dat we met terugwerkende kracht iets gaan regelen en niet de huidige gigantische inflatie meenemen. Dus je zou eigenlijk gewoon moeten pleiten voor een eenmalige compensatie van 30% lijkt mij. En dan kom je weer een beetje in de buurt en vanaf dit moment gewoon de inflatie volgen. Dus ik ben benieuwd hoe dat wordt ingestoken en hoe het eruit gaat zien. Want we krijgen er wel heel veel klachten over. En ik weet niet zo goed hoe ik vanuit mijn rol meer kan doen dan deze vraag stellen. Dank meneer Van Hagen. Meneer Van Zutphen. Dank u wel. Noodopvang. Het rapport is uit, de aanbevelingen zijn gedaan. De minister heeft nu de tijd om erop te reageren. Ik heb inmiddels gezien dat ze mij een brief heeft gestuurd waarbij ze het grootste deel van de aanbevelingen zegt op te gaan volgen. Op 2 onderdelen heb ik begrepen dat ze toch niet geheel, 100% doet wat ik graag zou willen. Daar gaat het gesprek natuurlijk over plaatsvinden. Want ik wil dan wel graag precies weten waarom dat onderdeel niet, en daar hoort de vraag die u stelt ook bij. Want we hebben gepleit voor het uitbreiden van de periode waarin die opvang beschikbaar moet zijn. Ik denk dat dat nog steeds een reële aanbeveling is. Maar zoals dat hoort met een ombudsman die een aanbeveling doet en een bestuursorgaan wat zegt, ik weet niet of ik het helemaal ga doen, dan hoort er een onderbouwing bij en daar gaat het gesprek nog over plaatsvinden. Die uitkomsten zult u of van mij of van de minister vernemen. Ik was overigens best wel in mijn schik met het feit dat er zo snel door de minister is gereageerd op 4, 5 hele belangrijke aanbevelingen. Maar dat kleine stukje blijft nog over en daar gaan we over in gesprek. Ik kan nog niet precies zeggen wat de uitkomst is. Voorlopig hou ik in ieder geval goed bij stuk, dat zult u wel begrijpen. Als het gaat over de MIP, ja, ik heb de brief van de minister gezien waarbij ze de nota aanbiedt. En daar zit niet alleen maar een reparatie nu in of een andere manier van indexeren. Maar ook, heb ik begrepen, een compensatie naar het verleden toe terug. Hè, dus de afgelopen 10 jaar. En er wordt een vergelijking gemaakt met een ander soort van uitkering waarmee het beter te vergelijken is. Ik denk dat dat allemaal klopt. Ik moet nog even kijken hoe het uitpakt. Ja, ik zit niet aan de tafel waar de percentages worden vastgesteld en het geld wordt geteld.
Waar het mij om gaat, dat is dat uiteindelijk die MIP op een niveau wordt gebracht dat als je alleen van een MIP moet rondkomen, dat je een behoorlijk bestaan kunt leiden als veteraan. Dat is de inzet geweest en we hebben gezien, zoals u zelf ook zei, dat in de afgelopen tijd, doordat die indexering achterwege is gebleven, veteranen echt onder het bestaansminimum zijn terechtgekomen, waardoor ze aanspraak moeten maken op allerlei andere voorzieningen en toeslagen en ondersteuning op bijzondere bijstand. Dat vond ik onwenselijk. Ik ga nu kijken wat er dan per 1 januari als resultaat wordt geboekt door de werkgever in overleg met de werknemer. En ik zal dan wel laten weten wat ik daarvan vind. Maar ik kan op dit moment niet zeggen dat ik degene ben die nou het voortouw moet nemen als het gaat over bedragen en percentages. Dank u wel. Nog een vervolgvraag, meneer Van Hagen? Opmerking? Nee hoor, nee. Grote dank voor, nogmaals voor de informatie en dank voor het antwoord. En ik ben over 5 minuten moet ik weg. Dus tot ziens. Voorzitter. Korte vraag. Meneer Berends. Als het mogelijk is om te reageren op de vraag van de heer Van Haga die aan de ombudsman stelde. U stelde een vraag over het behandelbeleid binnen het veteranen intensieve behandelunit. Dat is een onderdeel van een instelling die bij het LZV is aangesloten. En vandaar dat ik graag even repliek wil geven. Want dit is nou precies wat ik bedoel. Dit gaat over de nuance van het debat wat we voeren. De veteranen intensieve behandelunit levert geen maatschappelijke noodopvang. Maar is te vergelijken met de intensive care afdeling van het virtuele ziekenhuis wat het landelijk zorgsysteem voor veteranen is. En dat is een behandelafdeling waarop eigenlijk de theoretische principes van de dialectische gedragstherapie een behandelprogramma ligt. En dat is een van de redenen waarom de opnameduur daar een bepaalde lengte en een bepaalde inrichting heeft. En dat is ook wat het voor de minister van Defensie moeilijk maakt om daar te sturen op bijvoorbeeld verblijfsduur in zo'n afdeling. Omdat dat iets is wat binnen de principes van de gezondheidszorg plaatsvindt. Dus het is in dit debat heel... Want dat wil niet zeggen dat ik van mening ben dat er niet gekeken moet worden naar mogelijkheden om noodopvang te optimaliseren. Maar je moet wel je realiseren dat dat niet makkelijk is via een intensive care afdeling. Zoals een alcoholverslaafde dakloze patiënt die vastloopt ook niet per definitie langer op de intensive care afdeling van een ziekenhuis moet kunnen verblijven. Omdat er geen plek is waar die anders kan zijn. Ik denk dat met dat voorbeeld duidelijk gemaakt is waar die nuance ligt. En dat wilde ik even toevoegen. Ja, dank u wel. Ja, dit is dus het voordeel van het blokje van 8 minuten. Want er waren in die 8 minuten nog 2 over. Dus dan kan ik ook iemand anders nog die wat graag wil zeggen de kans geven. Mevrouw Piri, uw 8 minuten voor vragen, antwoorden en wellicht nog andere opmerkingen van anderen. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank dat u hier wilde komen. Helaas kan ik zelf niet bij het debat zijn, maar ik vond het dus wel belangrijk om in ieder geval van u te horen welke zorgen er leven. En we zullen natuurlijk kijken welke fractie er mede namens mijn fractie kan spreken. Ik vermoed zo dat het misschien GroenLinks gaat worden. Ik ben ook blij inderdaad met de indicaties over de MIP-indexatie. Ik denk, als je kijkt dat er extra geld is voor Defensie, denk dat het allerbelangrijkste is dat er in ieder geval alle zorgen rondom personeel en dus ook rondom veteranen goed geregeld worden. In het verleden heeft mijn voorganger Angeline IJsing denk ik ook heel veel altijd waardering geuit, ook in haar parlementaire werk richting de veteranen. Laat ik me focussen op 3 vragen, kort. Eentje is, we hebben natuurlijk ook afgelopen jaar gezien, er is ook veel aandacht geweest, bijvoorbeeld zo'n Indië-onderzoek. We hebben natuurlijk vorig jaar de Afghanistan-evacuatie gehad, wat natuurlijk met heel veel veteranen iets doet. We zien nu bijna dagelijks natuurlijk de beelden van zo'n oorlog in Oekraïne. Kunt u vertellen of u vindt dat er nou dan genoeg aandacht is voor wat dat doet met veteranen. En soms is dat natuurlijk een specifieke groep veteranen, hè, bij de eerste 2 voorbeelden. Maar met zo'n oorlog in Oekraïne kan ik me voorstellen dat er ook bij allerlei veteranen van verschillende missies dat emoties naar boven roept. En wat zouden wij vanuit de politiek, als daar behoefte aan is, aan kunnen bijdragen dat daar meer aandacht voor is? Dan had ik nog een vraag over hoe is de relatie met Defensie? Hoe ervaren veteranen die relatie? En als derde is, zeker aangezien we ook natuurlijk kijken hoe Defensie, ik denk deels politiek verwaarloosd is de afgelopen jaren. Maar soms ook als je kijkt qua enorme tekorten qua personeel, dat er kennelijk ook weinig genoeg aantrekkingskracht zit. Welke rol kunnen veteranen of willen veteranen spelen bij een soort ambassadeursrol als het gaat voor Defensie? Dank u wel.
Kunt u ook aangeven van wie u deze vragen beantwoord zou willen zien? Nou, nee, dat laat ik echt aan de heren aan de overkant. Nou, dan gaan ze allemaal bij. Ja, maar dat moet al in de 5 minuten. Dat is natuurlijk niet goed mogelijk. Ik zie dat meneer Van Hoefsloot in ieder geval popelt om erop te reageren. Nou, voorzitter, ik denk dat ik wel in ieder geval met die eerste kan beginnen. We hadden het over het Indië-onderzoek, Afghanistan, evacuatie en Oekraïne. Wat wij in Doorn natuurlijk doen is de deuren openzetten als dit soort zaken gebeuren. Wij communiceren heel veel met veteranen natuurlijk over social media. Veteranen zitten heel veel op Facebook bijvoorbeeld. We doen berichten uit enzovoorts. En dan zetten we de deuren open. Nou, in het kader van het Indië-onderzoek hebben we op 1 en 3 maart 2 bijeenkomsten gehad. We hebben overigens ook een van de hoofdonderzoekers bij gehad. Nou, dan zie je dat er hele mooie gesprekken ontstaan en dat er wat meer wederzijds begrip komt. Dus dat is heel waardevol. Voor Afghanistan en Oekraïne hebben we dat ook gedaan. 2 keer op een zondag. Daar kwam toch wel zo'n 30, 40 man naartoe die er behoefte aan had om gewoon met, zeg het maar, gelijkgestemden hierover te praten. Aan de andere kant zien we ook dat in het land, bij korpsen, regimenten en eenheden, dit soort gesprekken ook gewoon plaatsvinden. Dus het wordt ook wel gewoon opgevangen in de, zeg maar, veteranencommunity. Dus ik denk dat dat heel goed is. Dus dat zou ik erover willen zeggen, over die eerste vraag. Misschien dat iemand anders dat wil aanvullen, Hans? Ja. Nou, wacht even, want ik vind het goed als het aanvult, maar we moeten ook wel naar die andere vragen toe kunnen. Hè. Dat moet duidelijk zijn. Misschien kunt u dan ook meteen doorgaan met het tweede onderwerp wat door mevrouw Pierin aan de orde is gesteld, namelijk de ervaringen met defensie. Dank u wel, voorzitter. Ik ben het eens met mijn vorige spreker. De tweede vraag, relatie met defensie, dat is heel variabel, want iedere veteraan heeft andere achtergrond en ervaring met defensie. Dus dat is een beetje een algemene vraag die moeilijk en duidelijk te beantwoorden is voor alle veteranen. Want ze zijn de veteranenwereld. Ze hebben één ding gemeen, dat is hun definitie dat ze veteraan zijn geworden. En voor de rest is het een grote diverse gemeenschap zoals de rest van Nederland. Dus ik vond die derde vraag ook wel interessant. Hoe kun je veteranen beter ambassadeurs maken? En dat is precies dat waar wij hier voor zitten. Erkenning, waardering en zorg geven aan veteranen, waardoor ze zich erkend voelen. Want daar gaat het om. En dan kunnen we ook uitdragen wat een fantastische organisatie we hebben. Want uiteindelijk is Defensie ook een fantastische organisatie. Alleen in de uitvoering van allerlei maatregelen struikelen we nog wel eens met z'n allen. En dat moeten we zien te voorkomen, goed naar elkaar luisteren. En die veteraan inderdaad het gevoel geven, erkenning. En niet alleen door Defensie trouwens. Ik wil ook een pleit bezorgen voor de gemeentes. Want vaak wordt gezegd, u bent veteraan, dus moet u bij Defensie zijn. En ik zeg, nee, veteranen hebben de samenleving gediend. De hele samenleving. En die erkenning en waardering moet uit de samenleving komen. En niet alleen van Defensie. Dus daarin spelen burgemeesters een hele belangrijke rol, denk ik, om dat te organiseren. En hoe beter dat gebeurt overal, hoe beter de veteraan in zijn vel zit, des te beter wordt hij als ambassadeur voor Defensie, denk ik. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Pierin, nog een vervolgvraag wellicht of opmerking? Nee. Zijn er van de kant van de gasten nog aanvullende opmerkingen, meneer Van Zutphen? Ja, heel kort, voorzitter. Als het gaat over die eerste vraag over Indië en Afghanistan, zou ik willen verwijzen wat ik erover heb gezegd 2 jaar geleden in Roermond. En daar kunt u nalezen hoe ik er zelf ook persoonlijk naar kijk. En dat betekent dat wat er ook geschreven wordt door deskundige historici, de waardering voor degenen die er naartoe zijn gegaan en de gevolgen die zij daarvan ondervinden, dat is wel heel erg belangrijk vanuit de rol die ik heb. Dus niet oordelend naar de geschiedenis, maar ondersteunend en zorg en waardering uitspreken zonder te ontkennen wat daar gebeurd is. Dat is heel erg belangrijk om op die manier ook in gesprek te blijven. En dat is echt best wel een kunst, omdat je ziet dat de emoties op dit moment soms heel hoog oplopen. En dat betekent dat er van aan onze kant ook heel veel, nou ja, laat ik zeggen, vakmanschap gevraagd wordt om dat gesprek open te houden en niet mee te gaan in de emotie. En aan de andere kant ook niet te ontkennen wat de werkelijkheid is. Dat is best wel ingewikkeld. Dat geldt overigens ook voor Afghanistan en dat geldt ook voor de emoties die Oekraïne nu oproepen. Als het gaat over de relatie veteraan-defensie, als ik daar ook nog iets over mag zeggen. Degenen die zich tot ons wenden, hebben een bepaalde opvatting over wat Defensie niet geleverd heeft. Dus je zult begrijpen dat als wij kijken naar met wie hebben wij te maken, zijn het toch wel vaak mensen die vinden dat ze een onvoldoende erkenning en waardering hebben gekregen en waar de zorg is achtergebleven bij wat ze mogen verwachten. Waarbij niet meteen gezegd is dat het altijd terechte klachten zijn, maar wel klachten die serieus genomen moeten worden, omdat je soms ook het eerlijke antwoord moet geven dat Defensie zich wel voldoende heeft ingespannen. Maar vaak komt het erop neer, en dat zijn natuurlijk de dingen die we vanmorgen hebben besproken en die in ons jaarverslag aan de orde komen.
waarbij de veteraan teleurgesteld is. En aansluitend bij meneer Van Ginsven vind ik inderdaad dat de rol van de gemeente daarbij heel erg belangrijk is. Maar daar kan de gemeente wel steun gebruiken van Defensie. En ik vind dat, kijk naar de inloophuizen of de veteranenontmoetingscentra, dat kun je niet alleen maar overlaten aan de lokale bestuurders. Maar daar moet je vanuit het landelijke defensieniveau de ondersteuning bieden en ook misschien wel de eis stellen. Dus er mag gewoon van iets meer van, nou ja, verwachtingen worden uitgesproken van Defensie en ondersteuning voor wat dan door de burgemeesters en de bestuurders moet worden georganiseerd voor de veteranen. Dank. Dan gaan we naar... Ja, nee, maar er is geen tijd voor meneer Van der Doel. We gaan nu echt kijken naar meneer Valster. En misschien heeft hij nog een vraag waar u wel op in kunt haken. Meneer Valster, gaat u gang. Ja, ik ga zorgen dat de heer Van der Doel nog aan het woord komt. Ik ga de heer Van Zutphen gaan we het woord niet meer geven. Die heeft genoeg gesproken. En ik wil hier ook wel aangeven dat ik mijn vraag stel minstens namens collega Boswijk van het CDA. Die begeeft zich momenteel in Istanbul namens de NAVO-assemblee. En ik wil ook wel het woord voeren namens de collega's van de PvdA. Want die hebben afgelopen zaterdag een prachtige motie aangenomen. Dat zij inmiddels ook warmhartig voorstander zijn van de 2%. Ik wil beginnen met... Sorry. Ik ga nu de vraag stellen. Wat de heer Van Grinsen eigenlijk op het eind van zijn betoog ook nog concludeerde. Dat de veteranennota is natuurlijk prachtig geworden. Maar ik ben het met hem eens. Het zegt misschien onderaan de streep niet zo gek veel meer als wij niet meer te kunnen terugkijken wat er nou de afgelopen 5 jaar is gebeurd aan ontwikkelingen. U haalde ook de motie van Wijngaarden aan. Waarin expliciet is verzoek om langs de beleidsartikelen voortaan de veteranennota op te stellen. Ik zal dat ook de komende maandag in het debat ook aan de orde stellen. Ik wil het mediacentrum van Defensie van harte complimenteren met de mooie producten die zij afleveren. Maar ik ga hen denk ik ook een hoop werk besparen. Namelijk gewoon de opmaak iets minder tijd aan te besteden. Want ik weet dat daar ook veel weken in verloren gaan. Waardoor wij echt heel laat deze veteranennota krijgen. Wij hebben het pas afgelopen vrijdag gehad. En wij hebben ook binnen mijn fractie ook de interne procedures, waardoor ik uiteindelijk bijna niet meer kan bespreken en ook geen feitelijke vragenronde ging doen. Goed, ik zei dat ik bij de vragen aankwam. Mijn vraag, en dan kom ik weer bij de heer Van Grinsven terecht, en ik denk ook dat ik me een beetje aan de heer Hoefsloot ga richten. Dat betreft de veteranenstatus. Ik ben niet voornemens om de veteranenstatus hier ter plekke even op de schop te gooien, maar ik constateer dat wij een nieuwe, eigenlijk andere vorm van inzet krijgen. En misschien is... Laat het zich wel het best vergelijken met de missie 2012-2015, de Patriot-missie in Adana. Dat was een artikel 100 inzet, als ik mij niet vergis. En wij hebben eigenlijk nu een vergelijkbare inzet in Slowakije. Sterker nog, ik denk dat het zich bijna één op één laat vergelijken, hoewel de dreiging natuurlijk anders is. Ik zou graag van hen daar een visie op willen hebben. Waarom zouden die veteranen die in Turkije destijds hebben gediend wel de veteranenstatus moeten krijgen? Die hebben ze ook gekregen. En waarom zouden de jongens en meisjes die nu in Slowakije zitten deze niet moeten krijgen? Ander vergelijk, of nou geen vergelijk, de evacuatie Kabul. Volgens mij is het ook zo dat als je voor de veteranenstatus in aanmerking wil komen, moet je minimaal 30 dagen ingezet zijn. Deze mensen zijn niet 30 dagen ingezet. Maar zouden die wat dat betreft wel veteraan moeten zijn? De minister kan het aanwijzen. Dat klopt. Maar graag een reflectie daarop. De heer Berendsen, hij noemde net al de druk op de zorgverlening in de GGZ. En misschien raakt hij het toch ook weer een beetje, de heer Hoefsloot. Ik wil dan even kijken naar de zorgcoördinatoren. Hoe zit het met de druk op die zorgcoördinatoren? Want ook dat, ja, ik kan het niet terughalen uit de veteranennota. Maar ik hoop dat we daar in de toekomst verandering in kunnen brengen. En dan de laatste vraag aan de heer Van der Doel, als beloofd. Maar dat is, misschien stel ik hem een beetje teleur, dat gaat niet over zijn rapport. Maar vanwege zijn verleden ook als Kamerlid. Hoe kijkt u richting de Tweede Kamer momenteel aan? Het functioneren van de Tweede Kamer, dan met name het functioneren van deze commissie. En dan ook de debatten die wij voeren over Defensie, maar met name de veteranen. Wat heeft u daarin zien veranderen en wat zou u ons willen meegeven? Dank u wel. Dat zijn 4 vragen te beantwoorden door verschillende personen. Alles bij elkaar in 5 minuten. Dus het is 1 minuut per persoon. En daar ga ik u ook aan houden. Meneer Van Grinsven. Nou, het is inderdaad hard werken vandaag. Even misverstand. De veteranenstatus krijg je niet na 30 dagen. Na 30 dagen in het inzetgebied krijg je een medaille.
De veteranenstatus krijg je op het moment dat je op de vliegtuigtrap staat en op uitzending gaat. Dat is meteen een brug naar de eerste vraag. Tegenwoordig hoef je niet meer op een vliegtuigtrap te staan om deel te nemen aan een missie. Remote piloting, vanuit Leeuwarden, met drones, bommen gooien in een ander land. Dat kan tegenwoordig. Ben je lid van dan de missie, maar je bent niet in missiegebied. Ben je een veteraan of niet? Heb je dan dezelfde rechten of niet? Dat is de discussie. Wij gaan er niet over. Ik weet dat die gevoerd wordt binnen Defensie. Wij willen graag meedenken daarin. En dan zijn... Ja, de definitie in de wet is duidelijk wat een veteraan is. Dus de definitie hoeft niet zoveel aan te veranderen in onze ogen. Het gaat om de criteria die wij als regering toepassen om die veteranenstatus toe te wijzen. Dus, en die criteria hebben we zelf in de hand. Die kun je los van de wetwijziging kun je dat zelf veranderen. Makkelijker zal ik zo zeggen. Maar daar moet je dan in duidelijkheid over krijgen. En ieder systeem, de meeste missies zijn duidelijk, dan word je veteraan. Maar ieder systeem heeft grenzen en aan die grenzen heb je rafelrandjes. En die komen er steeds meer omdat we andere manieren van inzet hebben. En dus die vraag terecht, wie is dan een veteraan en waarom niet? Adana, Slowakije, die vraag wordt nu behandeld binnen Defensie, weet ik. Als je Slowakije toewijst, moet je ook naar Litouwen. En dan moet je de rest van Oost-Europa erbij gaan trekken. En dan moet je misschien wel terug naar de Koude Oorlog. En dat is natuurlijk wel iets om goed over na te denken. Dus ik snap de afwegingen. We denken graag mee. En het is een actueel onderwerp. Sorry, mijn minuut is voorbij. Uw minuut is inderdaad voorbij. Dank zover. We gaan naar meneer Van Hoefsloot. Meneer Hoefsloot, die hier ook op is gevraagd. Nee, ik hoef daar niet zo heel veel op aan te vullen. Het is eigenlijk aan de minister. Als u de veteranenwet leest, dan kunt u dat ook zien. Wij hebben geadviseerd, zeker met de EFP-missie bij TOA naar Sarkeur. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om ze de veteranenstatus te geven. Er is anders besloten op dit moment, maar daar gaan wij niet over. Dus kort en mondig. Ja. Mag ik één verduidelijkingsvraag op dit punt? Want jullie geven dus formeel advies of hebben jullie ongevraagd advies gegeven? Nee, wij zijn netjes gevraagd om advies, dus okay. Dat heb ik gegeven en dat is gebruikt in de discussie. Okay. Ja, kort antwoord op de vraag over zorgcoördinatie en de druk op die poot binnen het stelsel. Met strak management lukt het zorgcoördinatie de laatste jaren om de normen zo goed en zo kwaad als het kan te bereiken. Er wordt veel gevraagd van die afdeling. Zorgcoördinatie is nu ook een onderdeel geworden van het Nederlands Veteraneninstituut. En een van de redenen waarom dat heeft plaatsgevonden is onder andere om in nieuwe samenwerkingsvormen de druk op zorgcoördinatie te normaliseren. Denk aan het project HAVERS, herziening, voorziening, uitkeringsstelsel van Defensie. En denk aan het project samenwerken en integreren intern binnen het Nederlands Veteraneninstituut, waar wij de werkprocessen verbeteren. Als we dat vertalen naar waar staat zorgcoördinatie toe nu, dan is dat wel iets wat druk op die groep dat stuk workforce zet. Dat is ook zichtbaar in de begroting die het NLV heeft ingediend, die extra ruimte zoekt, financieel en daarmee ook personeel tijdelijk, om die activiteiten te kunnen vullen. Maar het moet landen in een andere manier van werken en in een andere filosofie die zijn weerklank vindt in hoe het Nederlands Veteraninstituut is ingericht. Dus geef ons een paar jaar en dan moet de druk beter te hanteren zijn. Zo niet, dan ontstaat er een discussie over normen. Dank u wel. Meneer Van den Doel. Ja, dan moet ik even teruggaan naar mijn eigen periode. En dat is 1994-2003, toen in feite het hele veteranenbeleid aan het opstarten was. En die periode was in feite binnen alle fracties was er altijd enorme steun voor de veteranenzorg. En ik moet zeggen, ook na mijn vertrek heb ik gezien dat gewoon, en daar ben ik erg blij mee, dat alle fracties in de Tweede Kamer doorgaans vierkant achter de veteranenzorg staan en daar ook een bijdrage voortdurend aan leveren door middel van moties, amendementen. En dat heeft uiteindelijk, denk ik, ook het veteranenbeleid gebracht waar we momenteel staan. Dan wil ik ook nog even refereren natuurlijk de Veteranenwet, het initiatief van Angelien IJsink, uiteindelijk breed gesteund door de hele Kamer, wat eigenlijk toch een beetje de finale afronding was van een hele lange periode. Maar zoals ik ook zei in mijn inleiding, beleid op papier en de praktijk, dat verschilt nogal eens. En dat betekent dat ik denk ook de Kamer als controleur van de regering, maar ook mede wetgever natuurlijk, in staat moet zijn om dat beleid waar nodig ook bij te sturen. En als dat niet vanuit de zijde van het ministerie actief gaat, om dat dan zelf bij te sturen. En
dan wil ik in feite gewoon twee aandachtspunten meegeven die ik ook in het position paper heb genoemd. Dus een van die aandachtspunten is eigenlijk een zorgen als Kamer ook dat de lessons learned, dat die geborgd blijven. Met andere woorden, ik noem de missie Mali. Als straks dat evaluatierapport verschijnt, dan zul je heel veel dingen zien waarvan we zeggen, ja, dat hebben we al eens eerder gezien in evaluatieverslagen bij andere missies. En dat betekent dat er toch iets fout gegaan is. Dat hoeft niet direct aan de krijgsmacht te liggen. Maar dat kan dus ook gewoon in het politieke besluitvormingsproces zijn. Dat moet we zeggen als politiek, als Kamer, als parlement. We gaan toch die missie doen, terwijl we er niet klaar voor zijn. Dus dat vind ik een belangrijk punt. Een tweede punt is dat ik... dat is ook wel van belang, denk ik, als het gaat om de erkenning en waardering en zorg... Kijk, de missie Uruzgan staat iedereen op het netvlies. De missie naar Srebrenica ook. Maar na verloop van tijd gaan die andere missies die gaan vervagen. Als je aan de Korea-veteranen vraagt die er nu nog zijn... dan was dat altijd in hun ogen een vergeten missie. Daar werd nooit aandacht aan besteed, zowel in de, door de politiek niet in de samenleving. Met andere woorden, ik denk ook dat het van belang is dat we... en dat kan ook op 4 mei gebeuren, wanneer we de, ook de mensen die gesneuveld zijn in vredesmissies herdenken, dat we die missies voortdurend blijven benoemen. Dat we ook kleinere missies waar mensen aan deelgenomen hebben, dat die een keer benoemd worden, zodat men ook die mensen, maar ook in de samenleving weet dat het niet alleen Uruzgan was of Irak of Srebrenica. En tot slot als laatste punt, voorzitter, en de heer Van Grinsven duidde er ook al op, en de heer Van Zutphen heeft het ook benadrukt, dat is de rol van de samenleving. Gemeentes vervullen natuurlijk een belangrijke rol ook in die erkenning en waardering. Die moeten in feite het voorbeeld geven op lokaal niveau, waardoor ook de burgers erbij betrokken worden, ook een inzicht krijgen van wat het de veteraan inhoudt. En een van die punten is dat maatschappelijk draagvlak... Dat vind ik eigenlijk de laatste jaren een beetje in de besluitvorming eigenlijk, eigenlijk geen rol meer speelt. En dat is toch van belang. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, de politiek is gemandateerd en die neemt de beslissingen hier. Dat is allemaal correct. Maar uiteindelijk moet er ook steun zijn voor missies in de samenleving. En op het moment dat die steun er niet is, dan blijkt bij terugkeer dat toch... een relatie gelegd kan worden tussen de steun voor de missies in de samenleving en de waardering die die veteraan dan ook vanuit die samenleving krijgt. En wellicht kunt u dat aspect ook bij toekomstige besluitvorming meer mee laten wegen. Ik kan u zeggen dat in het eerste toetsingskader was het een toetsingscriterium en daarna is het in 2001 verdwenen en nooit meer teruggekomen. Meneer Van der Doel, hartelijk dank voor uw bespiegelingen over deze onderwerpen. We moeten het nu afronden. Ik dank de Kamerleden voor hun inbreng in deze ronde. En uiteraard onze gasten voor de discussie en de inzichten die zij ons hebben geboden. Ik merk dat het in ieder geval wel levendig was, naar mijn beleving in ieder geval. Dus dank daarvoor. We moeten nu snel gaan wisselen voor de sprekers uit de volgende ronde.
Dan gaan we verder met de tweede ronde van dit rondetafelgesprek. Aan tafel zijn nu aangeschoven de heer Odenkirchen van de Bond van Nederlandse Militairen en Dienstslachtoffers. Van hem hebben wij een persbericht ontvangen. Verder hebben we hier de heer De Bie van de vakbond. Een Afghanistan-veteraan in de vorm van de heer Intern. Van hem hebben we ook een position paper ontvangen, waarvoor danken. En het hoofdonderzoekscentrum Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, de kolonelarts Vermetten. Dat klopt, hè? Nee, dat corrigeren. Dat corrigeren. Zal ik zo meteen corrigeren. Akkoord. Hier is eigenlijk het programma weer even hetzelfde. Echt, probeer het in 3 minuten te doen, uw inbreng. Papers hebben we natuurlijk al goed gelezen. En ik moet even melden dat mevrouw Peri om 25 minuten over 11 weg moet. Dus het zou fijn zijn als zij ook nog de gelegenheid heeft om dadelijk 1 of meer vragen te stellen aan u voordat ze weg moet. Meneer Odenkirchen, gaat u gang. Ja, dank u, voorzitter. Dank voor de uitnodiging. Voor de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers en Dienstslachtoffers. Waarom dank? Wij zitten niet altijd aan tafel. Dat is niet meer een gewoonte. Maar het is wel goed om te realiseren dat de BNMO de moeder is van alle organisaties die hier aan tafel zitten. En die ook niet vergeten mag worden. 77 jaar bestaat ze al. En u zult begrijpen waarom ik die opmerking maak. Ik ben blij dat u er bent. Omdat dit een indicatie is hoe belangrijk het is voor onze parlementariërs. Parlementariërs moet ik zeggen, ook in kwantitatieve zin, hier aanwezig te zijn. Het stelt mij teleur voor de leden die ik vertegenwoordig, dat er zo'n weinig belangstelling is voor dit onderwerp. Maar nogmaals dank dat we hier aan tafel. Je moet er wel even op reageren. Het is niet vaak een kwestie van weinig belangstelling, maar nee. Dat ze gewoon dubbele functies hebben, soms 3 dubbele functies in dit gebouw, en dan moeten ze kiezen. Dat is ook bekend, ja, maar desondanks wil ik dat wel laten passeren. De BNMO die vertegenwoordigt met name ook de dienstslachtoffers. U gaf dat ook al aan bij de inleiding. En ik denk dat het belangrijk is dat te laten passeren. Dat betekent ook vervolgens, als je kijkt naar de BNMO, dat wij veel te maken hebben met mensen die gebruik maken van uitkeringen, waaronder het militair invaliditeitspensioen. Waarom ik het wil laten passeren? Het is ook in de vorige sessie aan de orde gekomen dat mijn voorgangers, bestuursleden de heer Bedden en Van der Burg, maar ook een samenwerkende ombudsman, dit nauwlettend eigenlijk op de agenda hebben gezet. En waarom ik daar op terugkom is dat we zien dat ondanks ook een motie van uw Tweede Kamer het toch vrij lang duurt voordat daar iets over bekend wordt, laat staan uitvoering opkomt. Wat we zien is dat er inmiddels een benoeming is, en dat heeft de ombudsman net ook terecht aangehaald, dat er een indicatie gaat komen. Maar het zou natuurlijk ook heel interessant zijn om te kijken wat de inhoudelijkheid en de effectiviteit van deze indicatie wordt. Er zijn leden bij ons die inderdaad in procedures zitten. Wij vertegenwoordigen niet alleen maar defensiemensen, maar ook politiemensen, brandweermensen. En inmiddels ook een aantal BOA's in Nederland en mensen van de gevangeniswezen. Dank u wel. Die zitten in procedures. En wellicht schrikt u ervan, sommigen lopen ook bij de voedselbank. Dat vinden wij voor mensen die zowel veteraan kunnen zijn als dienstslachtoffer. Want wij hebben beide natuurlijk aanwezig, want de veteraan kan ook dienstslachtoffer zijn. Die kan zowel fysiek als mentaal gehandicapt zijn, geraakt door de uitoefening van zijn functie. Vinden wij dat toch wel aandacht waard om vooral ook te kijken wat de uitkomst zal zijn, daadwerkelijk, van de indexatie van de MIP. Het denken daarbij, dat wil ik ook laten passeren, is daarin belangrijk. Heel vaak wordt gedacht dat een pensioenuitkering in dit geval via de AWP loopt. Maar de MIP is niet een APP-aangelegenheid, maar wordt gefinancierd vanuit de begroting van Defensie. En dat maakt ook dat dat wellicht in het denken ook kan helpen dat de voortgang helaas ook daarom zo lang heeft geduurd. Ik had het al over alle geuniformeerden. Een van de aandachtspunten is daarin ook dat we zien inmiddels een toename van mensen die ook bij ons op de deur kloppen. Wij doen dat in nauwe samenwerking met het Veteraneninstituut, Veteranenplatform. Waarom? Wij zijn belangenbehartiger. Wij ontwikkelen programma's voor mensen. En die besteden we dan uit, als ik het zo mag zeggen, naar de instituten die net passeren. Daarin zien wij een forse toename. Maar we zien ook een toename van mensen die gebruik maken van maatschappelijke instellingen waar het gaat om een vraagstuk. Wat we ook zien is, met name ook bij mensen die getraumatiseerd zijn, dat zij toch wel zich eenzaam voelen.
dat ze in een isolement zitten. En dat er wat gebeurt in de privé situatie. Dat kan natuurlijk zijn, dat kunnen de kinderen zijn. Er vindt zin, ja, ook wel huiselijk geweld plaats. En dat betekent dat je iets moet kunnen bieden. Daarin zie je ook wel dat heel veel dingen onbekend zijn. Zowel naar de onderliggende instituten, maar ook in de maatschappelijke context, als je kijkt naar de reguliere zorginstanties. Getalsmatig betekent het dat of er nou 110.000 of 112.000 veteranen zijn en of er 90 of 95% in feite goed door het leven kunnen gaan, dat er op dit moment een potentie ligt van zeker 8.000 mensen die waarschijnlijk hulpbehoevend zijn. En dat zijn ook vaak jongere mensen. Betekent dat wij daar ook de focus op hebben om vooral te kijken wat wij kunnen doen voor deze mensen vanuit de belangenwaardiging. Ik wil daar ook nog bij benadrukken, voor u met name ook, de BNMO is een onafhankelijke vereniging. Dat betekent dus ook dat wij afhankelijk zijn van funding, in dit geval vanuit het V-fonds. Dat betekent dat er geen eigenaarschap is vanuit de werkgeverskant gezien. Ik benadruk dat, omdat dat toch ook een aandachtspunt is. Zou u willen afronden? Ja, ik kom tot een afronding, want een ander belangrijk punt wat ik wil laten passeren is dat met de komst niet alleen van de CAO die er is, wat fantastisch is voor het defensiepersoneel, maar ook met de komst van de veteranenwet, er ergens, eigenlijk bijna niet kan ik u zeggen, voorzitter, gesproken wordt over dienstslachtoffers. Het gaat alleen maar over veteranen. Betekent, en dat is het laatste wat ik daarover wil zeggen, erkenning voor dienstslachtoffers, ook een fysieke uiting, maar ook erkenning vanuit de werkgever en een bijzondere zorgplicht is nagelaten omdat het niet wordt omschreven in de veteranenwet, maar ook niet in feite als je kijkt naar de status van een dienstslachtoffer die weliswaar misschien niet in een oorlogsmissie heeft gewerkt, maar ook daadwerkelijk bij een tankongeval bij de grens bij Oost-Duitsland uiteindelijk helaas als dwarslesie weer verder door het leven moet en is je geen veteraan. Erkenning is belangrijk en ik wil dat wel even laten benadrukken. Dan wil ik het even belaten. Nou, goed punt. Hartelijk dank daarvoor. Meneer De Bie. Voorzitter, hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Wij hebben naar aanleiding van de uitnodiging hebben ook een poll uitgezet op onze website om ook vanuit onze achterban te horen van ja, wat vinden veteranen? Hebben ze problemen? Welke knelpunten ervaren ze? En daarvan wil ik u in ieder geval meenemen in de paar minuten die ik heb. Op onze vragen, we hebben vragen gesteld van heb je een probleem of ervaar je een knelpunt? En als je een knelpunt of een probleem ervaart, wat is dat dan? Hoe lang heb je moeten wachten op zorg? En hoe lang heb je moeten wachten op vervolgzorg? En daar hebben 115 veteranen, zowel actief dienend als postactief dienend, hebben gereageerd. Daarvan zegt 83 mensen die zeggen van ja, we hebben geen enkel probleem of knelpunt aan onze uitzendingen ervaren. En 32 mensen hebben hun ervaring met ons gedeeld. En er waren veteranen leeftijd van 33 jaar tot 95 jaar. Ze hebben gediend in vele uitzendgebieden. Korea, Nieuw-Guinea, Libanon, Irak 1, Golfoorlog 1 en 2. Cambodja, voormalig Joegoslavië, Sinaï, Macedonië, Kosovo, Afghanistan, Persische Golf. En het aantal uitzendingen dat zij achter de rug hebben varieert van 1 tot 10 uitzendingen per persoon. Dus er zijn mensen die toch nogal wat ervaring hebben opgedaan. Een knelpunt wat ervaren werd door een individuele militair was een Bosnië-Herzegovina. Maakt deel uit van een internationaal politieteam en vervolgens loopt hij daar traumatische ervaringen op. Betekent vervolgens dat hij PTSS geconstateerd wordt en probeert in aanmerking te komen voor draag en zijn gewonden. En daar is hij dan nu al meer dan 2 jaar mee bezig om überhaupt daar een antwoord op te krijgen. Om vervolgens na enige tijd een antwoord te krijgen van afwijzing en vervolgens weer een beroep moet gaan. En de argumentatie eromtrend is, ja, je moet wel getuigen hebben die dat kunnen vertellen. Maar in een internationale context is het vaak moeilijk om jaren later nog achter adressen of telefoonnummers te komen van mensen waar je in die tijd mee gewerkt hebt. En die iets kunnen vertellen over het incident waar je bij betrokken bent geweest en wat dat met hun dan wel met jou heeft gedaan. Er zijn ook mensen die zeggen, veteranen, dat ze toch nog steeds erkenning en waardering gewoon missen vanuit de samenleving. En dat, denk ik, is een punt wat volgens mij altijd begint in de politieke omgeving om daar toch aandacht voor te vragen en ook dat te benadrukken op de mogelijkheden die politici hebben als zij het land ingaan en met de mensen gaan praten.
Aan een aantal punten wat ook naar voren kwam, is dat mensen steeds zeggen van, joh, ja, we zijn veteraan, ik heb zelf geen problemen, maar ik mis toch echt wel de aandacht en waardering en respect voor het thuisfront van de veteraan. Want ja, er zijn heel veel partners die natuurlijk ja, heel lang ja, alleen zijn geweest op het moment dat de veteraan weg is of als hij problemen heeft thuis. Dus zij merken dat als eerste, als de dingen niet goed gaan. En velen geven aan dat daar nog weinig aandacht voor is. Er zijn ook andere reacties geweest. Nou, een veteraan van Duitse Batterie die zegt, nou, ik heb ontzettend veel zorg gehad, ondersteuning gehad van maatschappelijke werk, Defensie, de militaire geestelijke gezondheidszorg, het synergiecentrum. Hij zegt dat die ondersteuning altijd vlot ging en dat hij goed geholpen is. Er zijn militairen die zeggen van, joh, ik heb een vervelende ervaring meegemaakt tijdens mijn uitzendgebied, in het uitzendgebied. Ik heb vervolgens, in het uitzendgebied al contact gehad met de MGGZ en ik heb vervolgens een uitstekende ondersteuning gehad en het vervolgtraject daarna. Dus je ziet dat er goede voorbeelden zijn en ook minder goede voorbeelden zijn. Dan voor wat betreft de noodopvang. Daar krijg je echt het signaal van noodopvang en met name de tijdelijke noodopvang waar mensen dus uit huis geplaatst zijn, veteranen, omdat ze het niet meer handhaafbaar zijn, ja, het vaak niet tijdelijk beschikbaar is. Met als consequentie dat ook het gezin daaraan onderdoor gaat. En als er dan de voorzijde beter wordt aangepakt en er die tijdelijke ruimte ook voor die opvang is, dat zij dan ook ja, veel ellende voorkomen kan worden voor het gezin en dat betrokkenen ook sneller ja, opgenomen kan worden en ook behandeld kan worden. Nou, er is natuurlijk heel erg veel gezegd over het MIP. Terecht, denk ik. Wij hebben vorige week een voorstel gekregen van Defensie. En daar gaan we binnenkort het gesprek met Defensie over voeren. Ja, dat zijn hele discussies over, want met militair invaliditeit pensioen. En dan wordt er meteen gedacht, nou ja, dit is een pensioen, dus gekoppeld aan de pensioenwetgeving en alles wat daarmee te maken heeft. En de veranderingen van het pensioenakkoord, wat daarmee te maken heeft. Hier moet even heel goed naar gekeken worden, wat voor consequenties dat heeft. Wat is de basis geweest destijds voor het militair invaliditeitspensioen benoemen als zodanig. En op welke wijze zou je daar verandering in kunnen brengen, zodat dat ook een verantwoorde manier kan. Nou, dat gesprek dat gaat gevoerd worden. Zullen we het hierbij laten, want we zijn echt door de tijd heen. En ik wil ook graag een echte veteraan hier aan het woord laten, want er wordt wel veel over in gesproken, maar het is ook erg belangrijk dat hun geluid ook rechtstreeks hier hoorbaar is. Dank u wel, meneer De Bie. Meneer Imtorn, het woord is aan u. En nadat ik nog opmerk dat we uw position paper goed hebben gelezen, het is een heel persoonlijk verhaal en het is heel goed dat wij ook op die manier informatie krijgen. Gaat u gaan. Ja, dankjewel. Ja, dat is misschien ook gelijk het mooiste. Er staat Imtorn, Afghanistan-veteraan. In mijn eerste plaats ben ik vader, ben ik man, ben ik persoon in dit pak. Maar zo voelde ik me de hele tijd niet zo. Want bij mij ging het eigenlijk bij het vaderschap mis. Het was het moment dat ik mijn dochter niet meer kon vasthouden. Ze begon te huilen, dat ik de prikkels niet kon dealen. Uiteindelijk de woede uitbarstingen had en thuis mijn hele huis eigenlijk sloopte, fysiek en mentaal. Ik zit hier nu kan ik het wel vertellen. Die reis heb ik afgelegd, dat is een reis van PTSS. En het heeft me toe geleid dat ik die eenzaamheid en schaamte en onbegrip dat er vanuit de maatschappij heerst, maar ook de eenzaamheid die juist onderling, als ik hier met alle militairen zou kunnen zitten, voelde ik mij nog steeds eenzaam, want ik was waarschijnlijk de enige die dat zou voelen op die manier. En er is een plan uit voortgekomen en dat plan heet eigenlijk KNAK. Dat is gegroeid, dat is gewoon door een can-do-mentaliteit is dat gedaan. En die can-do-mentaliteit is schitterend, want zo zijn wij militair gewired, zo zijn we geaard. En dat is mooi, maar dat is ook gelijk waar het een beetje misgaat vaak. Want wij willen het zelf oplossen. En dat soort polletjes die meneer De Bie naast mij doet, dat doen wij ook via Instagram. Daar hebben wij een heel groot bereik. En daar zelf oplossen komt tot 89% van de militairen en veteranen het zelf wil oplossen in eerste instantie. En dan kom je dus tot het punt dat je denkt, oké, ik ga het zelf doen, ik ga het zelf doen, ik ga het zelf doen, totdat je het niet meer kan. En dan is het eigenlijk, dan wil je aan de bel trekken. En dan hebben we een systeem dat eigenlijk heel veel drempels opwerpt op dit moment. Dat het moeilijk maakt om te vinden waar je moet zijn. Als je kijkt intern bij Defensie van welk bureautje, want er zijn 1 miljoen eilandjes waar je kan aankloppen. Maar welk eilandje ga je naartoe? En als je dus mentaal al zo moe bent, dus geknakt bent,
Dan kom je er niet. KNAK moet daarvoor gaan zorgen. Daar hebben we ook medewerking voor. Dat plan ligt er ook. KNAK is eigenlijk het bootje dat zegt van... hé, we zijn je luisterend oor. Jij staat op de kade. We brengen je naar het juiste eilandje toe. Want al die eilandjes hebben voor ons, wat ik denk, bestaansrecht. En die gemene delen blijkt gewoon altijd schaamte te zijn. Schaamte, 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 want je draagt dit pak. Ik ben marinier, sergeant in mariniers, zwaar opgeleid, mentaal, fysiek sterk. En ik kon mijn beret niet meer rijmen met de persoon die ik was. Die moest ik herontdekken. Dat was die drempel. Dus waar ga ik dan naartoe? Hoe voel ik mij dan veteraan? Ja, als ik PTSS heb, voel ik mij geen veteraan eigenlijk. Dan ga ik naar het veteraneninstituut. Daarom vind ik het jammer dat het hoofd van het veteraneninstituut en de veteranenombudsman eigenlijk weg zijn gelopen. Want dat is het imago, een grijze club. Dat is wat ik terugkrijg vanuit de jongere veteranencommunity. Ze doen hartstikke goed werk. Er zijn heel veel mooie instanties, maar het is een grijze club. En dus, de dingen die iedereen hier doet, zijn hartstikke goed. Maar het valt en staat bij imago. Vertrouwen, veiligheid. Want één slecht verhaal... militairen moeten 100% op elkaar kunnen vertrouwen in uitzendgebied. Eén slecht verhaal maakt dat vertrouwen kapot. En dat is dus waar KNAK ook wil in faciliteren zometeen. Daarnaast, en wil ik hem even afsluiten... want ik kan er echt nog een shitload over vertellen. Heb ik het over de leidende veteraan. Ik was zelf ook een leidende veteraan. Maar die leidende veteraan is niet het gros van de veteranen. En waar ik eigenlijk voor pleit, is om het anders in te gaan vullen. En ik ben me bewust van de wet die er is en alle regelgeving daaromheen. Maar wat nou als we erkenning en waardering overhouden en dat leggen bij de veteraan... en onze zorg gaan baseren op inzet en niet meer op veteranenstatus. Dan zorgen we dus dat het imago verandert van de veteraan. Die voelt zich gekoppeld, die kan nog steeds door met de erkenning en de waardering... Maar de zorg leggen we gewoon op basis van inzet voor de overheid. Op basis van je inzet van defensie. Daarbij hoeven we ook niet nog meer mensen een veteranenstatus te geven. Maar dan kan je gewoon zeggen, hey, je hebt je ingezet voor je land. Je krijgt de beste zorg die er is. En daar wil ik hem bij afsluiten. Dankjewel. Hartelijk dank. Ik kijk even naar de klok. En ook naar mevrouw Pieri, want die moet dadelijk weg. Wilt u misschien nu al een vraag stellen aan degene die al gesproken hebben? Of zegt u van wacht... Voorzitter, luister liever. U luistert liever. Prima. Dan gaan we naar de heer Vermetten. Gaat u gang. Dank voorzitter en dank Robin voor jouw verhaal. Voorzitter, even corrigeren. Ik ben geen hoofd van het onderzoekscentrum van de militaire GGZ. Dat veranderde in 2017. Ik was wel dat hoofd wat hier staat, maar dat nieuwe hoofd is dokter Albert Geuze. En dat heet nu het expertisecentrum van de MGGZ. En ik was strategisch adviseur wetenschappelijk onderzoek van de MGGZ. En ik ben inmiddels per 1 december vorig jaar met FLO. En ik ben nu hoogleraar aan het LUMC op het gebied van psychotrauma. Ik heb 20 jaar gewerkt voor Defensie. Ik was wel in het pak, zat wel in het pak. Ik heb kennis genomen ook van de veteranennota, zoals we allemaal hier hebben. Het is de eerste keer dat ik hier ben uitgenodigd aan deze ronde tafel. Ook dank daarvoor. Ik moet zeggen ook dat ik het een mooi vormgegeven stuk vond. Maar tegelijkertijd dat juist daarin soms afleidt van datgene waar het om gaat. Het zou een document moeten zijn dat controle op de naleving van de veteranenwet mogelijk maakt. Maar misschien waren die oude notas wat te saai. De mooie foto's van nu vind ik dat die wat afleiden van waar het om gaat. Die nemen veel ruimte in beslag. En dat gaat ten koste van detail om verschillende belangrijke zaken, denk ik. Ik begrijp dat daar ook vorig jaar een motie over is aangenomen. En waarom is dat nou belangrijk? Wel, ik haal er één onderdeel uit. En ik denk niet onbelangrijk. Het ISAF-onderzoek. Nederland zond ongeveer 30.000 militairen uit naar Afghanistan. Ik heb er 15 jaar van mijn tijd bij Defensie aan gewerkt. Het heette het PRISMO-onderzoek. In dat onderzoek is Nederland internationaal leidend geweest. Het is het eerste onderzoek dat biologische data gebruikte om voorspellingen te doen over stress en veerkracht. Maar wat staat er in de nota? Ik denk dat u het allemaal kan zien. Op pagina 44 in de nota staat een heel klein blauw blokje. En daarin staat dat 10% van die 30.000 deelnemers aan dat onderzoek middelmatig tot laag welzijn ervaart, mede door de ISAF-missie. De groep is vaak werkloos, arbeidsongeschikt en beschikken over minder goede sociale contacten en persoonlijke relaties. Ik weet het ook, want op de MGGZ rond binnenkort Sander van der Wal een proefschrift af dat laat zien dat 10 jaar na uitzending nog 8% van de ISAF-missie last heeft van PTSS. Dat zijn er een kleine 3.000. Dan nu, als je het ziet in de veenoten, er zijn er een kleine 900 nu in behandeling bij de tweedelijnsketen van het LZV. 1700 bij het gespecialiseerd MW. Zullen er ook van andere missies zijn. Maar wat moeten we dan met die kleine 3000 die ergens nog hulp nodig hebben? En ik hoor het ook van Robin. Wat moeten we met die informatie eigenlijk? En wat gaat gebeuren met die kennis?
En waarom maak ik hier een punt van? Wel, er is een grote groep die behandeling nodig gaat hebben. En zijn we er ook goed op voorbereid? We hebben toch EMDR en allerlei vormen van psychotherapie? Ja, maar in enkele internationale goede reviewpapers van collega's in de Verenigde Staten en in het Verenigde Koninkrijk Engeland staat dat veteranen minder goed reageren op evidence-based interventies, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. Er is veel drop-out en veel resistentie en dat zien we ook in Nederland. Ik wil een pleidooi houden om ook andere interventies aan te boren die zich richten op andere vormen van psychotherapie, ook andere geneesmiddelen. En ik denk dat er ook andere vormen van hulp nodig zijn voor die veteranen, ook in Nederland. En ook dat borgt, dat moet een langere inzet van 12 keer EMDR mogelijk maken en dan ben je uitbehandeld. Dat is naïef, dat leidt tot teleurstellingen en tot illusies bij behandelaren. En dat lezen we eigenlijk niet in de nota. Maar het is wel belangrijk om naar te kijken en daar wil ik uw aandacht voor vragen. Veteranenzorg, in mijn perspectief van 15 jaar in het werk zitten, wordt heel erg gekenmerkt door schadeloosstellingen. Daar heel veel van mijn werk gaat er eigenlijk ook over. Het vraagt volgens mij om langere begeleiding en ondersteuning en capaciteit. Een ander voorbeeld, als ik mag. Ik voerde de laatste jaren een medicinale cannabispolie op de MGGZ, omdat er vraag was naar verschillende veteranen. En omdat de beschikbaarheid is van in Nederland een goed stabiel product. Dat werd terugbetaald door de ABP. Ik ronde nu net een zorgevaluatie af bij 20 veteranen die ik lang heb gezien en die allemaal in overgrote meerderheid bijzonder tevreden waren dat product, in olieworm. Ik heb hem met de ombudsman, hij is nu weg, maar ik zou er graag voor pleiten om te kijken naar een evaluatie van dat product en of dat het niet weggenomen kan gaan worden van de vergoeding die veteranen hebben, omdat ze er in het algemeen goed bij varen. Moet iedereen aan de cannabis? Nee, dat zeker niet. Maar we moeten wel kijken of dat diegenen die het nodig hebben die voeding kunnen krijgen. Wat moet er volgens mij nog meer gebeuren? Gepersonaliseerde zorg. Zorgcoördinatoren, daar hoorden we het ook over. Die zijn ontzettend belangrijk. Nederland moet koploper zijn. Dat zijn we lang geweest. Als we kijken naar ons veteranenbeleid, dan doen wij het eigenlijk per saldo wel heel goed bij de naburige landen. Ten slotte, er gebeuren ook hele goede dingen. En de generaal Hoesloot, die weet er ook al even over. Maar ik verwacht ook dat er een doorbraak is op nieuwe geneesmiddelen die er staan aan te komen. Daar hoeven we nu nog niks mee, maar dat staat er echt aan te komen. Nieuwe vormen van psychotherapie, mindfulness, acceptance en commitment therapie. En het onderwerp moral injury, dat gaan we toenemend op de agenda zien. Zoals Robin ook vertelt, schuld en schaamte zijn drivers voor chronische psychopathologie waar we echt betere zorg op moeten kunnen ontwikkelen. Wat natuurlijk fraai is, en daar wil ik mee afsluiten, zijn die terugkeerreizen die worden aangeboden aan Dutch Bay 3. Ik was vorige week met een groep veteranen en hun partners in Podicari en in Srebrenica, Tuzla en Sarajevo. Ze bezoeken belangrijke plaatsen waar veteranen sneuvelden. Ze spraken weer met de moeders die hun mannen verloren en zitten samen ook met hun aan tafel. Ze spreken met overlevenden van de genocide en ze sluiten deze keer de reis wel goed af. Van groot belang hiervoor is dat voor een echt groot succes voorbijgegaan moet worden aan een soort stereotype beeldvorming van zichzelf en de ander gedurende de reis. Toen hadden we een mandaat, nu zijn we gast in een land wat zich probeert te herwinnen op het niveau van trots. De reis moet gebruikt worden als een gelegenheid die gecreëerd wordt om anders te denken. Nieuwe perspectieven over zichzelf en de ander te ontwikkelen. Ik denk dat die reizen enorm succesvol kunnen zijn voor de Dutch Bay 3 die nog gaan komen. We hebben een hele goede relatie met Bosnië die we aan het opbouwen zijn om die veteranen die uiteindelijk geknakt zijn en eigenlijk niet meer hersteld zijn, nieuwe herinneringen te laten maken. En dat is echt een pluspunt wat we dankzij heel veel werk van heel veel mensen mogelijk aan het maken zijn. Daar wil ik het even bij laten. Hartelijk dank, meneer Vermetten. Ik kijk nog even naar mevrouw Pierich. Ja, dank voorzitter. Ik vond het vooral heel fijn dat ik in ieder geval nog bij kon zijn om van uw kant uw verhaal te horen. Ik denk ontzettend waardevol om dat ook als woordvoerder hier te horen. En we waren net met de Kamercommissie een aantal maanden geleden in Srebrenica. En we merkten daar ook hoe goed zo'n reis wordt voorbereid en hoe welkom de veteranen ook zijn. Dus ook heel veel respect voor iedereen die daarbij betrokken is. En ik hoop ook echt dat de veteranen helpt om dat stukje closure te krijgen als daar die behoefte nog heel erg ligt. Excuus, voorzitter, maar ik moet weg. Maar hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik merk even op dat de Kamercommissie waarmee u op reis was de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Niet Defensie, voor de duidelijkheid. Akkoord. Nou, meneer Valster, 35 minuten vrij terrein voor u. Hartelijk dank. Ja, dan ga ik het jullie allemaal eens even uitleggen. Nee. Nee, maar dit is, en dat zei ik ook al tegen de vorige sprekers, je voelt je gewoon een beetje voor lul staan. Hier als Tweede Kamer Commissie voor Defensie.
En dit is wel het gevolg van de 20 partijen die wij nu in de Tweede Kamer hebben. Ik denk dat, als ik mijn collega's zou vragen of ze interesse en het belang van de veteranen zien, zullen ze dat allemaal onderschrijven. Maar dit is wel het gevolg van dat het hier eigenlijk onderaan de streep langzaamaan allemaal de soep aan het inlopen is. En de andere prioriteiten die mensen stellen. En ik ben blij dat collega Pieri er in ieder geval is. En dan moet ik zeggen, het kan dus wel. PvdA overzetten, hebben jullie ook weer 9 volgens mij. Helaas maar 9, maar ze is er wel. Dus ik ga mijn collega's hier ook op aanspreken. En dan noem ik bijvoorbeeld D66, PV. Ze zullen allemaal goede redenen hebben, maar laten we nou alsjeblieft zorgen dat als we dit volgend jaar weer organiseren, dat ik hier gewoon de overkant vol zit. Want het kan echt niet zo zijn dat daar 4 of 5 mensen zitten en dat ik hier nu nog maar in mijn eentje over ben. Dat vooraf. Ik wil toch nog even de vraag aan sergeant Imtoorn stellen. Wat voor hem, en overigens wil ik dat ook nog eens niks ten nadele van, hè, noemde het net dat de veteraneninstituut en dergelijke allemaal gezien worden als grijze heren. Ja, wij zullen uiteindelijk ook een keer grijs worden. Maar ik ben wel echt serieus zeer blij dat jij er bent. Want er komen nergens zo goede gesprekken op gang als actief dienende veteranen. Die zelf ook eigenlijk de molen in zijn gelopen. Maar wat was voor jou het moment dat je eindelijk een soort van beet had en dacht, dit is het punt dat ik in ieder geval wel het juiste bureau weet te vinden. Of heb jij in één keer het juiste bureau gevonden? Je noemde het zelf net al, er zijn 1 miljoen bureautjes. En dat toont zich hier eigenlijk ook in het vorige gesprek. We hebben het Veteraneninstituut, Landelijk Zorgplatform. Er zijn zoveel initiatieven, inloophuizen, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. En jij hebt daar, en dat ergens is dat natuurlijk, dat is fantastisch dat jullie dat hebben opgericht, KNAK. Maar het is natuurlijk weer een nieuw initiatief binnen de hele community die er nu zo ongeveer is. Dus eigenlijk tweeledig, wat is voor jou het moment geweest dat je eindelijk zoiets had van ik heb het juiste bureau aan heb ik aangetroffen. En wat is ook nog jouw blik op alle initiatieven die er nu zijn? Imtoorn. Ja, dat moment was, ik ben uiteindelijk bij de arts terechtgekomen, was actief dienend. Ik zat op dat moment op Aruba. Het is gelopen dat ik op een gegeven moment niet meer op mijn werk functioneerde. Omdat thuis ook zei van oké, luister vriend, het is nu wel tijd dat je aan de bel trekt. Want ik trek jou niet meer. En op werk zei ze van ik weet niet wat er met jou aan de hand is. Nou, toen kwam ik bij uiteindelijk via mijn adjudant bij de maatschappelijk werk terecht en toen bij de arts. En uiteindelijk via terugvliegen terug naar Nederland. En dat ging iets vanzelfsprekend. Want eerst moet een soort van diagnose gesteld worden. Dan moet er gezegd worden van joh, mag je wel terugvliegen? Gaan wij er wel voor betalen? Want ben je wel echt ziek? Dat zijn de vragen natuurlijk die je krijgt. Nou ja, ik was goed ziek op dat moment. Maar als je over het terrein loopt en je ziet gele bloemetjes aan voor IED, voor bermbom materiaal, zeg maar, dan zit je niet helemaal lekker in de wedstrijd. En het gaat eigenlijk niet zozeer over ik heb dat eilandje op een gegeven moment wel gevonden. Maar dat is, dat heb ik deels toebedeeld omdat ik dat op die manier ook zo uitzoek. En daar mee aan de slag ben gegaan. En dat zelf, ik heb daar continu zelf achteraan moeten zitten. En dat eigenaarschap neem ik ook graag, dat heb ik ook willen nemen. Alleen heel veel, vooral als jij, kijk, ik had geluk met een goed thuisfront dat ik daar bouwde. Die zegt van oké, die mij kon steunen, begeleiden en helpen in een heel stuk. Had ik dat niet, en wat heel veel veteranen die problemen hebben, dat niet hebben. Want die krijg ik ook heel vaak op de lijn, zeg maar. Daar heb ik heel veel contact mee. Die hebben gewoon niet de energie om te zoeken naar waar ze zich moeten melden. Vervolgens de weg naar de kazerne toe, of de weg naar het Veteraneninstituut, is gewoon te veel energie. Het moet een stuk makkelijker. En toen ik op Schiphol landde, om terug te komen en eigenlijk mijn therapie in te gaan, stond daar niemand van het Corps Mariniers. Om te zeggen van, hey, luister pik, hier heb je mijn kaartje. Mocht er wat zijn, het korps is er voor je. De weg van de MGGZ heb gevonden, de MGGZ, het traject heb doorlopen, mijn therapie heb gevolgd, heb ik de connectie verloren met mijn werk. En dat gebeurt heel veel. Want die operationele wagen die gaat door. Maar waar ben jij? Dus eigenlijk al die pilaren, hè, als veteraan of als militair, heb je bepaalde pilaren gebouwd, heb je bepaalde identiteiten jezelf opgebouwd. En dat valt in één keer weg.
En dan ga je schamen. En dat is het hele probleem. Dus probleem. En als je dan kijkt naar alle eilandjes die er zijn, alle initiatieven. Als je de energie niet hebt om te zoeken, dan ga je het ook niet vinden. En dan die vraag krijg ik heel vaak en dat vind ik altijd een mooie vraag. Ja, maar er zijn al zoveel initiatieven, wat is KNAK dan weer? Nou ja, ten eerste, KNAK bewijst zichzelf eigenlijk al door op Instagram, waar ik weet niet hoeveel mensen hier op Instagram zitten. Dat zegt al genoeg. Door daar het contact te hebben. Mijn missie begon eigenlijk zelf op mijn eigen Instagram-account. Mijn missie was, al is er maar één iemand mee geholpen. Er werden er meer dan 100. Inmiddels ben ik gestopt met tellen. Maar wij zeggen niet van, moet je luisteren, je moet die 5 ademhalingsoefeningen doen en dan komt het goed met je. Of we gaan je helpen, maar we gaan onze eigen EMDR starten of wat dan ook. Nee, wij zeggen, wij luisteren. En dat is waar het valt of staat. Wij luisteren en wij weten hoe het is. En dat maakt voor mensen die brug. Mensen denken, die gasten weten hoe het is om dat te voelen. En dan voel ik me, durf ik eerder aan de bel te trekken. En waar zit dat initiatief dan? Hè? Waar, tussen al die eilandjes, welk eilandje is dan KNAK? Nou ja, zoals ik al zei, KNAK is geen eilandje. Want al die eilandjes hebben bestaansrecht. Van het veteranenloket tot BMW, tot case management, tot you name it. Hebben allemaal bestaansrecht. Alleen op het moment dat jij op de kade staat, jij moet naar dat eilandje toe. Wil je weten, wat is je behoefte? Daar moet naar geluisterd worden. En dat is wat het is. Die behoefte bepalen door gewoon door middel van te luisteren. En zeggen van, soms is een luisterend oor genoeg. Maar als je meer nodig hebt, dan brengen we je naar het juiste eilandje toe. Want wij weten hoe die lijn loopt. En heel simpel, uiteindelijk overal bereikbaar. Via social media, via internet, via chatten, via WhatsApp, via you name it. En dan kom je dus uiteindelijk of bij het veteranenloket of initiatieven die daar uiteindelijk bij aangesloten zijn, zeg maar. Dat is wat KNAK is. KNAK is niet een eilandje. KNAK is de verbinder. Waar vertrouwen. Want mensen vertrouwen het al, wat veilig is, waar ze zich gehoord voelen. Gedragen door mensen die er zijn geweest. En dat is de kracht eigenlijk van KNAK. Valster. Dankjewel. En ik ben het helemaal met je eens. Wat je zegt, dat degene die zorg zoeken, die hebben eigenlijk niet eens de energie om te gaan zoeken. Dus dan ga je het eerst dichtbijzijnde middel ga je volgens mij aangrijpen. En daar zijn jullie gewoon een extra middel in, bijvoorbeeld via Instagram. Dus begrijp me niet verkeerd. Juich ik van harte toe. Je zei één ding over je eigen situatie, hoe dat destijds op Aruba ging. Is er... Ik probeer even te zoeken van wat heeft daarin geholpen? Had jij op dat moment behoefte gehad om... we hebben bijvoorbeeld de dienstgenees, de DGV'ers, hoe heet dat ook alweer? Die zocht ik. Dienstgeestelijke verzorging, die hebben we. Had jij binnen het Corps Mariniers bijvoorbeeld zo'n persoon willen hebben, maar dan wel iemand die zelf ook gediend heeft, die iemand van aanzien waarvan jij denkt dat is onze contactpersoon voor veteranenzorg, ontbreekt dat bijvoorbeeld ontbreekt dat bijvoorbeeld in het Corps Mariniers, net zoals dat je dat bijvoorbeeld ook, ik noem een andere afslag, bijvoorbeeld luchtmobiel. Als er één persoon is die eigenlijk redelijk wat aanzien heeft, waarvan eigenlijk iedereen zijn nummer heeft en weet dat hij ervoor is, zou dat al kunnen helpen? Of kijk je er anders naar? Nou, ik kijk er wel anders naar dan één persoon. Kijk, wij vullen dat gat nu op een bepaalde manier natuurlijk. Maar wat heel erg geholpen had, en dat is gewoon een gevoelswaarde. Dat kan je niet meten in cijfers, dat kan je niet uitlezen. Dat kan je niet in je veteranennota kwijt. Dat is het gevoel van schaamte. En dat gevoel van schaamte overbrug je door voorbeelden. Dat lui zegt, ik steek mijn kop boven het maaiveld uit. En ik ben een soort ambassadeur voor het feit van, ik ben daar geweest. Maar ik sta nu hier en ik weet hoe het voelt. En ik denk dat er heel veel ervaringsdeskundigen zijn inderdaad. Maar die bereikbaarheid van waar vind ik dat nou? En dat is ook een koppeling die gemaakt moet worden. Je moet contact houden met je werk. En als veteraan uit dienst, zeg maar, moet je contact kunnen terugkrijgen met je oude buddies vanuit die tijd. En dat is dat gevoel. En dan kan je nog steeds eraf liggen, maar dan schaam je niet, want er zijn al lui geweest. En dat is ook een stuk, je hoort vaak de hele negatieve PTSS-verhalen. En de media, die smult daarvan. En dat is wat er allemaal wel mis is. Het is echt PTSS. Het is niet alleen PTSS ook. Hè? Het is ook depressie. Of hoe ga je met operationele druk om, et cetera. Ik heb PTSS ook een beetje een soort van tunnelvisie. Uitzending en PTSS. Check, we kunnen hem afvinken. Maar er is veel meer dan dat waar je uit je uitzending kan overhouden.
En ja, dat is eigenlijk wat het is. Ja. Meneer Valstein. Ga ik een vraag aan jullie alle vier voorleggen. En dat is eigenlijk ook iets waar, waar sergeant Imthoorn stipte het ook al aan in zijn inleidende betoog. En dat is eigenlijk niet zozeer het een stickertje plakken op iemand van je bent wel of niet veteraan, maar gewoon het gevoel van erkenning en waardering. Ik vroeg het ook al in de vorige ronde. Er gaat nu misschien een nieuwe generatie militairen komen die op een andere manier ingezet gaan worden, maar die erkenning en waardering misschien niet gaan voelen als wij daar niets aan doen. Dus ik zou eigenlijk aan jullie alle vier wel de vraag willen voorleggen van hoe kunnen wij daar als Tweede Kamer zorg voor dragen? Om dat op de een of andere manier te implementeren. Misschien moet dat in die veteranenstatus aangepast worden. Hè, de minister die heeft de mogelijkheid om wel of niet de veteranenstatus toe te kennen. Maar het is vooral dat gevoel van erkenning en waardering. Wat zou wat jullie betreft daar ja, de boodschap aan ons, hè, aan mij in dit geval helaas, zijn wat we daarin zouden kunnen doen als Tweede Kamer? Mocht je ook nog even over nadenken? Neem me nog even een minuut, maar ik zie dat... Nee, maar ik denk dat meneer De Bie, gaat u gaan. Sorry, voorzitter. Ik denk dat het essentieel is dat je op een positieve manier als Tweede Kamerlid gewoon uitdraagt het belang van veiligheid van Nederland en de mensen die voor die veiligheid van Nederland gewoon garant staan. En dat dat een zeer belangrijke taak is die gewoon hele grote risico over die mensen en de kwestie met zich meebrengt. En dat daar de waardering en erkenning voor zou moeten zijn. En dat is zelf de boer op, zelf vertellen. Dat werkt het beste. Andere, meneer Olympiagen. Ja, graag. Meneer Vermetten. Mag ik? Ja, gaat het. Vroeger, als je PT6 had, dan was je dienst ongeschikt. En dan kon je daar opzouten en dan was je einde oefening. Veteranen kwamen niet uit de kast, omdat ze dachten dat ze hun baan kwijtraken. Dat zagen we ook veel bij de politie. En dan worden de barriers to care, die worden van juist onder het tapijt geschoven. Ik denk dat we daar in de laatste 20 jaar heel veel verbeterd hebben. We hebben een fantastisch instituut, we hebben een fantastisch erkenningswaarderingsbeleid. Dus dat stigma wat er nog steeds is, dat is er. En dat kunnen we niet zeggen afvinken, maar dat moeten we voortdurend adresseren. En ik denk ook dat een veteraan, ik weet nog, een van de eerste veteranen die ik behandelde, die kwam met PT6 en die is daarna naar Kabul gegaan. En die is daarna 25 jaar heeft hij zichzelf een medaille gekregen. Hij is in het vak kunnen blijven. Ik denk dat we daar heel hard aan moeten werken. Dat PTSS met PTSS, dat het een diagnose is waar je ook mee verder kunt. Ook binnen de organisatie. En we besteden heel veel geld. Ook aan opleiding en training, sniper trainers en noem maar op. En dat die mensen ook een perspectief hebben in de organisatie. Ik denk dat daar heel veel aan gelegen is. En daar zouden we heel veel in kunnen. Borging van kapitaal, wat we anders kwijtraken. En dan moeten we er ook heel vroeg bij zijn. En wat ik heb gezien in de laatste 20 jaar... dat wij ook als psychiaters en wij ook als zorgverleners heel hard hebben gewerkt om vroeg erbij te zijn. En niet te lang te wachten, want als je 20 jaar wacht, dan zien wij ook, ja, dan is er veel meer moeite om te herwinnen wat je verloren hebt. Als je er heel vroeg bij bent, of relatief vroeg bij bent, en we zijn in Afghanistan misschien wel nu 10 jaar later. Ja, oké, ja, ik snap het. Als je heel veel drinkt en werkt, ja, en vermijdt, dan duurt het eventjes. Dus ik denk dat stigma echt het buzzword hier is. En vooral ook zorgen dat als mensen ermee uit de kast komen, dat klinkt een beetje negatief hoor als ik het zo zeg hoor, maar ervoor uitkomen dat er problemen zijn, dan kun je perspectief geven. Meneer Oudenkerk. Ja, dank u voorzitter. Eens met de vorige spreker. Kijk, wat we zien is met de aanloop ook naar de veteranenwet, wat natuurlijk erg verheugend is, dat er erkenning en waardering is op die manier. En daar heeft de heer Van der Doel en anderen natuurlijk een bijdrage gehad, en niet laatst mevrouw Eysink, is natuurlijk wel dat er inmiddels een hele grote versnippering plaatsvindt. Dat betekent duiding, en dan wil ik het accent ook leggen op degenen die ook mentaal zijn beschadigd, kent de gelaagdheid in vele vormen. Dat betekent ook dat in die versnippering de laatste 10 jaar er meerdere instanties betrokken zijn bij dit vraagstuk. Maar daar komt-ie. Terwijl ik het woord gebruik, klinkt dat al afstandelijk. Ook in de GGZ zien we dat er geen eigenaarschap is. En als ik kijk naar de inleiding van de sergeant, denk ik dat het ook heel goed is in die versnippering te kijken dat er categorale ondersteuning is, dus vanuit de eigen organisatie, met eigenaarschap, die gebruik maken van een kennisinstituut en deskundigheid. Om juist die versnippering tegen te gaan. Want dat betekent, als je kijkt naar de eenzaamheid en het feit dat sommigen, ik gebruik die term ook maar even oneigenlijk, nog niet uit de kast kunnen komen, vindt er meer leed plaats achter de voordeur dan wij hier samen kunnen bedenken.
Daar zijn we af en toe getuigen van. Maar dat heeft ook met die versnippering te maken. Nogmaals, in het maatschappelijk bestel is het ook zo. Er is te weinig eigenaarschap vanuit de organisaties. Ik denk dat dat een aandachtspunt is wat ook kan gaan helpen om meer adequaat met een vorm van urgentie te kunnen gaan acteren naar de toekomst toe. Imtar, wilt u ook reageren? Ja, ik ben er niet zoveel aan het woord geweest. Dus, Oudekeer, even de microfoon uit. Ik ben er niet zo heel veel aan het woord geweest, ik denk dat kan prima. Even kijken naar terugkomen op je vraag natuurlijk. Naar mijn idee is erkenning ook herkenning. Dus hoe herken je jezelf in het veteraan zijn? En dan heb ik het even niet over de leidende veteraan of de veteraan met PTSS. Want we zijn het natuurlijk allemaal over eens dat we zorg moeten loskoppelen. Schijntje natuurlijk, maar dat is mijn idee in ieder geval. Maar erkenning is herkenning. En dan heb je het een stukje over community. Hoe hou je community in stand? Hoe kun je financieel bijdragen dat die communities overeind blijven? En hoe kunnen we meer daarin investeren? Maar ook andere manieren aanboren van bereikbaarheid van die jonge veteraan. Want de oude manieren, zeg maar, daar herkent die jonge veteraan zich niet in. En dat doen wij natuurlijk deels met Instagram. Maar wij gebruiken ook de defensiemedia, maar ook het social media. Dat die zich herkent in die verhalen. En dat die zich heel simpel, een Instagram community, er zijn er heel veel. Er zijn heel veel eenheden. Daar kan je al aan koppelen. Voel ik mij inderdaad die ISAF-veteraan. Want er is ook een duidelijk verschil. Heb je gevochten of zat je op het kamp? En dat maakt niet uit de waarde van militair of veteraan niet uit. Maar dat maakt wel uit waar jij je aan spiegelt. En dat is een ding waar je ook rekening mee moet houden. En wat daarin meegenomen moet worden, denk ik. En een stukje de bereikbaarheid daarvan. De jonge veteranen zitten nou eenmaal veel op social media. Die zullen niet direct bij de bijeenkomsten aansluiten of aanschuiven. En er wordt heel veel gechat over die lijnen. En dat is ook contact hebben. Ondanks dat je elkaar niet face-to-face ziet. Ik hoor eigenlijk een soort oproep aan iedereen die daarbij deze materie betrokken is. Kijk eens wat meer op de social media. Maar de vraag is aan meneer Valster. Heeft hij nog vervolgvragen of andere vragen? Ja, ik probeer het. En dat gaat vandaag niet lukken. Het is eigenlijk onafgebakend. En gaat door vele instanties. Gaat over vele personen. Daarnet de heer, volgens mij was het de heer Debie die daar over begon. Over de dienstslachtoffers bijvoorbeeld. Nee, sorry, de heer Oudekerke. Goed, dat is gelijk even bij. Dat de dienstslachtoffers daar bijvoorbeeld ook weer niet in genoemd worden. Dus er zijn zoveel groepen. Ik zou aan de ene kant veel meer waardering en aandacht willen vragen. Ook voor degenen die goed zijn teruggekeerd uit die missie. Wat misschien eigenlijk wel. Dat is de grootste en misschien wel stille groep. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Die misschien een stigma ook voelen. Dat zij in een groep worden geschaard van veteranen die beschadigd zijn. Wat dan weer onterecht is. Maar kom ik iedere keer weer terug op. Hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat die erkenning en waardering wordt vergroot? Dus laat ik dan in dit geval de vraag aan de heer Oudekerke richten. Ja, hoe zit dat dan met dienstslachtoffers die dus weer niet in die veteranengroep passen? Wat is de behoefte van die groep? Behalve dat ze erkenning en waardering willen krijgen. De heer Oudekerke. Ja, dank u voorzitter. Als we kijken naar wat u zelf ook parafraseert, denk ik dat het goed is om te constateren dat, nogmaals, de laatste jaren is alles in een vogelvlucht gegaan. De erkenning die er is met de komst van de Veteranenwet en alles wat in onderzoek, kennisinstituten plaatsvindt, maar ook de begeleiding. We zien ook dat het hele lange lijnen zijn. Ik haal het er straks in de eerste sessie ook al aan dat er ook een verwarring is over indicatie van het MIP. Omdat men denkt dat dat via de ABP loopt, maar dat komt uit de defensiebegroting. De duiding met elkaar om het goede gesprek te hebben en ook vanuit de stigmatisering die hier over tafel gaat, is al heel belangrijk, denk ik. Omdat die dienstslachtoffers kunnen ook veteraan zijn en andersom. En daarnaast hebben we ook, en die kwam in de eerste sessie aan de orde, ook nog de mensen met het draar en sinje gewonden. Dat betekent dat die ook in fysieke zin een erkenning hebben. En daar bedoel ik mee een decoratie. Ik denk ook met de komst van de Veteranenwet dat ook het decoratiestelsel een onderdeel moet gaan worden om erkenning te krijgen voor de dienstslachtoffers. En ik vraag daar ook aandacht voor, omdat ik weet dat dat ook op de agenda staat. Kijkend naar de hele discussie over indexering, en we zien hoe lang dat duurt, ondanks het onderzoek van de ombudsman waar we dankbaar voor zijn, maar ook de motie die is aangenomen richting de minister uit het vorige kabinet Rutte, zien we hoe lang het duurt. En ik vind dat persoonlijk,
en dan kom ik ook een beetje bij de vorige sprekers uit. Men vergeet wel eens, ook hier vanuit het Haagse, hoeveel geweld dat doet achter de voordeur. Mensen zitten in de afwachting. Ten aanzien van het stelsel verder wat er is, en ook kijkend naar de ABP, dan stelt het ABP zich, ook ten aanzien van defensie en andere uniformen, op. U heeft een haalplicht voor voorzieningen. Ik zou willen voorstellen dat ze een brengplicht hebben. En dat is iets anders, en dat heeft met nabijheid te maken, die op dit moment wordt dat niet verzorgd. En wat ik daarmee wil benadrukken, meneer Valstar, is ook dat juist de mensen die getraumatiseerd zijn, ongeacht rang of stand, het te veel is om bezig te zijn om te kijken wat ze mogen en kunnen gaan halen aan voorzieningen. Ik zou dat op een andere manier willen inrichten naar de toekomst. En dat noem ik een brengplicht. Dat vind ik een bijzondere zorgplicht, maar dan in extremo. Meneer Valstar. Ja, en dat vind ik een hele goede oproep die ik zeker ook volgende week zal gaan overbrengen. Dat is denk ik ook in lijn wat sergeant Intorn net ook riep. Dat er gewoon de energie niet meer is om zelf nog actief te gaan zoeken wat je zou gaan moeten doen. Dank voor alle informatie. Nogmaals, dan ga ik dan maar namens mijn 149 collega's in de tweede... Nee, 148, want de heer De Roon is er als voorzitter. We hadden het net over schaamte. Nou, weet je, dat is een andere vorm van schaamte natuurlijk. Maar ik schaam me gewoon af en toe kapot dat ik hier in mijn eentje als Kamerlid hier tegenover jullie zit, die de moeite hebben genomen om hier naar Den Haag te komen, hier tijd voor vrij te maken. Ik ben daar in ieder geval zeer blij mee, want ik heb vijf likes volgeschreven met informatie die ik weer heb opgehaald, waar mijn collega's hun voordeel niet mee kunnen doen. Afsluitend zou ik dan nog de vraag bij jullie alle vier één voor één dan maar willen neerleggen. Nou, daarnet kreeg ik al een advies wat ik zou moeten meenemen. Doe ik ook, maar wat is nog het laatste wat jullie tegen mij zouden willen zeggen? Van neem dit nou alsjeblieft mee of ga dit de komende jaren nou eens veranderen als Tweede Kamerlid? Open vraag, dus wie wil schieten, die schiet. Meneer De Bie. Mijn grootste zorg is op dit moment is ABP voert als uitvoerder de regeling, bijzondere regelingen Defensie uit. APG als uitvoerende orgaan heeft aangegeven dat dat niet meer binnen hun doelstelling van hun pensioenorganisatie past. En het zou dramatisch zijn als dit binnen nu en een paar jaar zou gaan verdwijnen. Want dan hebben we een heel groot probleem met betrekking tot de uitvoering van alle regelingen die betrekking hebben op veteranen, maar ook op mensen die gewoon een dienstongeval hebben, met diensttijd hebben gemaakt. Dus dat is echt een zorg die ik echt heb en die ik ook heb uitgesproken in de richting van het ABP-bestuur. Ook in de richting van de ABP en ook vanuit de werkgever Defensie. Dat dramatisch zou zijn als dat niet wordt voortgezet, dan wel op een andere wijze wordt voortgezet. Want dan worden heel veel mensen worden dan het dupe. En wat is, sorry dat ik dan verhelderende vraag gelijk het woord neem. Wat is dan het advies wat de Tweede Kamer daarin zou moeten doen? Nou, dat is het lastige op dit punt. ABP is natuurlijk gewoon een private organisatie waar Defensie gewoon een afspraak mee heeft over de uitvoering van de Defensieregelingen. Ultiem, als zij echt blijven persisteren dat dit geen taak is en dat dat afgestoten zou moeten gaan worden, en daar heb ik al de zorg van de ervaringen die mensen daar allemaal hebben. Hoe borg je dat dan? En uiteindelijk denk ik, als dat geblokkeerd wordt, moet je toch gaan nadenken over een zelfstandig bestuursorgaan die voor Defensie en misschien ook voor andere, voor politie en voor brandweer en andere organisaties uitvoeringsregelingen gaat uitvoeren voor mensen die gewond zijn geraakt, op welke manier dan ook, en die aanspraak hebben op bepaalde regelingen van Defensie, van de politie of van de brandweer of van de ambulancedienst in Nederland, dat soort dingen. Daar denk ik dan aan, maar het liefste zou ik natuurlijk hebben dat de ABP als maatschappelijke organisatie zou zeggen van, joh, we blijven deze dienst gewoon uitvoeren. Alleen al vanwege de expertise die een tal van jaren is opgebouwd. Anderen die misschien willen reageren op deze open vraag. Meneer Vermetten of meneer Oudenkerk eerst. Ja, gaat u gaan, meneer Oudenkerk. Ja, dank u wel. Ja, het verlengde past ook, werd ik hiervoor al liet passeren. Er zijn lange lijnen in deze organisatie. En dat betekent dus ook, als je kijkt naar procedures, dat die procedures ook wel maken
dat er soms verschuild wordt dat er capaciteitstekort is, bijvoorbeeld van keuringsartsen. Want die gaan een indicatie vaststellen, mogelijke bezwaarprocedures die erachter wegkomen. En ondertussen zit het individu, die echt de zorg nodig heeft, zit wat mij betreft, en ik gebruik bewust die term, in een psycho-geweldspiraal die absoluut wordt vergeten. Want het is geen capaciteitsvraagstuk. Het is systeemdenken en procedureel denken. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om mee te nemen, dat er op een andere manier, wat dat betreft, ook een eigenaarschap gaat ontstaan met echte zorg. Meneer Vermette. Heel graag. We hebben de veteranenwet. En ik heb mijn werk voor een heel belangrijk deel kunnen doen dankzij het feit dat we die hebben. En u doet uw werk door die wet te controleren, wordt die uitgevoerd. En gisteren belde Angelien IJssel mij ook nog even op van, hey, succes hè, dat je hier zit. Dat is het warme hart wat zij heeft gegeven in die veteranenwet. Ik vind het fantastisch dat we hem hebben. En u moet kunnen kijken van, wordt die ook nageleefd? En dat is denk ik wat ik u zou willen aangeven. Maak het dan ook mogelijk dat we daar echt goed de haarvaten van kunnen controleren. Want dat maakt dat het werk wat wij doen. En we hebben heel veel uitvoerbaar blijft. Nee, Imstorm, wilt u nog reageren? Gaat u gaan. Jazeker. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Advies dat ik wil meegeven aan de Kamer is ga eens praten met de veteraan. Bepaal die behoeften. En onderneem dan actie. Dat is het eigenlijk. Of zet mensen in de positie om actie te ondernemen. Want de positie waar ik nu in zit, dat is niet een raket geweest dat ik in één keer zo daar kom. Dat is via hiërarchische lijnen, talloze keren op je bek en je idee is, gaat nergens over. Jij bent instructeur der mariniers en that's it. Dus ga eens met die veteraan praten, bepaal zijn behoeften en onderneem daaruit actie. Of plaats hem in de positie zodat hij actie kan ondernemen. Want dan gebeurt er pas wat. Je kan nog zoveel praten, maar praten zonder actie levert geen resultaten. Nou, kunnen we het mee doen. Meneer Valster. Nee, zeker. Dank. Dat onderschrijf ik volledig. Ook op werkbezoeken. Wij waren een paar weken geleden waren we in Den Helder. Hadden ze mooie tafeltjes uitgestald met allerlei wapens. En die zie je een paar collega's die dan wel mee zijn. Van, dat vinden ze allemaal mooi. Maar juist dit. Ik loop dan ook, dat was in dit geval een marsoffer. Ik wil weten hoe het met hem gaat. Wat zijn thuissituatie is, wat de frustraties zijn. Dus dat neem ik absoluut te harte. In dit geval voor veteranen. Dank. Ja, dan denk ik dat we nu tot een afronding kunnen komen. Ik dank alle aanwezige leden. En dat is op dit moment alleen de heer Valster voor zijn inbreng in deze discussie. En onze gasten uiteraard voor hun reacties. Die vind ik in ieder geval zeer verhelderend zijn. Ook met name van de heer Imstorm. Voor mij persoonlijk is dat zo dat het zeer verhelderend is. In ieder geval allen hartelijk dank. Iedereen ook dank voor zijn of haar belangstelling. En dan sluit ik hiermee dit rondetafelgesprek. Dank u zeer.